Geachte leden van de gemeenteraad van de gemeente Hardenberg. Dames en heren op de publieke tribune en de mensen die ons via de moderne media bekijken en beluisteren vanavond. Ik open de vergadering van dinsdag 6 november 2018 en doe mededeling van afwezigheid van mevrouw Verschuur. Voor het overige zijn wij compleet en er zijn geen andere mededelingen te doen. Behalve, en daar kom ik nu op, omdat ik graag vanaf het spreekgestoelte nog kort tot u wil spreken. Een in memoriam vanwege het overlijden van Dirk van der Valk, oud-CDA-raadslid hier van deze gemeente. En dat doe ik vanachter het spreekgestoelte. En indien dat inderdaad mogelijk is, verzoek ik u daarbij te gaan staan. En voordat ik met het in memoriam begin, wil ik ook in het bijzonder van harte welkom heten de familie. Wil, fijn dat je er bent. Ook de dochters, Joukje en Davy. Ook fijn dat jullie zijn om samen het in memoriam van Dirk hier uit te spreken. Want ja, wij werden bericht het weekend, voor het afgelopen weekend, het trieste bericht van het overlijden inderdaad van Dirk. Dirk van der Valk, oud-CDA-raadslid hier van de gemeente Hardenberg. 26 oktober 2018 is Dirk op 66-jarige leeftijd overleden. Dirk was getrouwd met Wil en vader van 3 dochters, Aniek, Joukje en Davy. Aniek zit in New York. Dirk, geboren in Friesland, 15 maart 1952 in de voormalige gemeente Wimbritsela-Diel. Dirk was van 2006 tot 2010 lid van het bestuur van het CDA in de gemeente Hardenberg. In 2010 kwam hij hier in de gemeenteraad. En in 2011 heeft hij Henk Meulink opgevolgd als fractievoorzitter hier van de fractie van het CDA. De familie van der Valk, jullie, hebben 34 jaar in het Westerhuizingenveld gewoond bij Balkbrug, Averreest. Dirk heeft daarvoor civiele techniek gestudeerd aan de TU Delft. Dat hoorden wij vorige week ook tijdens een indrukwekkende dienst prachtige verhalen over. Van 1979 tot juni 1985 was hij werkzaam bij Hatjema in Dedemsvaart als hydrogeologist. En daarna heeft hij 12 jaar bij Touw gewerkt als projectmanager. En sinds 2008 was hij zelfstandig adviseur op het gebied van duurzaamheid en milieu. En het is daarom ook niet verbazingwekkend dat hij voor het CDA woordvoerder was op die terreinen. Milieu, energie en duurzaamheid. Dirk is jarenlang bestuurlijk actief geweest bij onder andere de jeugdsoos, Wanhati. En als lid van besturen van basisscholen. Ook was hij voorzitter van het CDA-bestuur in de toenmalige gemeente Averreest. En was hij bestuurlijk actief in de kerk in Balkbrug. Na ruim 4 jaar fractievoorzitterschap hier gaf Dirk het stokje op 17 november 2015 over aan partijgenoot Martijn Breukelman. En daarmee kwam ook een einde aan zijn voorzitterschap, niet alleen van de fractie, maar ook van het presidium van onze gemeenteraad. Als voorzitter van dat presidium probeerde Dirk met iedereen evenveel rekening te houden en was hij altijd gericht op consensus. Hij was de rust zelf, ook als zaken niet liepen zoals hij die misschien voor ogen had. Het was een plezierige man in de omgang en hij was constructief. Altijd weer. Dirk heeft op 13 december 2016 definitief afscheid genomen van de Hardenbergse gemeenteraad. Vanwege zijn verhuizing naar Zwolle kon hij zijn zetel niet aanhouden en dat wilde hij. Tijdens het afscheid in de kerk in Averreest werd hij omschreven als een integer man, zichtbaar in de samenleving. Ook werd hij een ware ambassadeur voor Balkbrug genoemd. Gedreven, met veel ervaring en deskundigheid. En hij zette zich met groot enthousiasme in voor de belangen van de Hardenbergse samenleving. En die natuurlijk ook wel een beetje in het bijzonder van Averreest. Met de verhuizing naar een mooie locatie in de binnenstad van Zwolle ging een lang gekoesterde wens van Dirk en Wil in vervulling. Helaas heeft Dirk daar niet lang van kunnen genieten. Vorige week woensdag, 31 oktober, is Dirk na een indrukwekkende afscheidsviering naar zijn laatste rustplaats gebracht op de begraafplaats bij de Reeskerk in Oud-Averreest.
Wij vanuit de gemeenteraad, gemeentebestuur van Hardenberg, willen jullie veel kracht en sterkte toewensen om het verlies van Dirk een plek te geven. Stel voor om een moment stilte voor Dirk in acht te nemen. Dank u wel. Dames en heren, ik schors de vergadering voor enkele minuten. Dames en heren, ik heropen de raadsvergadering 6 november 2018. Aan de orde is de begroting. En ik wil nog even met u de procedure doorlopen van behandeling. Het is afgesproken om deze raadsvergadering alle agendapunten tegelijk te behandelen. Dan heb ik het over de tweede bestuursrapportage 2018, de nota grondexploitatie, de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2022. Straks bij de stemming, in de laatste termijn, gaan we de agendapunten afzonderlijk in stemming brengen. De bedoeling is in de eerste termijn de algemene beschouwingen van alle fracties te horen. Daarna in de tweede termijn dat u met elkaar in debat kunt gaan over die beschouwingen, moties, amendementen, zo die er zijn. En in de derde termijn nog het college de gelegenheid krijgt om te reageren. En vervolgens gaan we in de vierde termijn over mogelijke wijzigingen nog met elkaar praten. En dan komen we tot slot toe aan de stemming over de begroting en de andere stukken. Dat is zoals we het willen gaan doen. Het is gebruikelijk om grote onderwerpen zoals deze, de behandeling van de begroting en dergelijke, om dat in volgorde van grootte van de fractie te doen. En dat zou ik ook met u goed vinden graag willen aanhouden. Dat betekent dat ik als eerste kijk in de richting van de fractie van het CDA. Het woord is aan de fractievoorzitter, de heer Brink. Twee keer per jaar beschouwen we in dit huis de politiek in zijn volle breedte. Dat doen we bij de kadernota, de bestuursrapportage, maar ook tijdens de begrotingsbehandeling. Ik wil allereerst mijn dank uitspreken aan de ambtelijke organisatie voor het tot stand brengen van deze goed leesbare begroting. Voor mij als persoon is dit een bijzonder moment. Niet alleen omdat ik voor de eerste keer, eerst dat ik als fractievoorzitter van het CDA de beschouwingen rondom de begroting mag uitspreken, maar ook omdat ik dat voor de eerste keer kan doen vanaf de plek waar het eigenlijk hoort. Want met de aanpassing van dit spreekgestoelte maken we de democratie toegankelijker voor heel veel mensen. En daarmee leggen we een mooie verbinding van betekenis. En zoals u weet, voorzitter, is verbinding van betekenis ook de titel van het coalitieprogramma dat wij dit jaar afsloten samen met de Partij van de Arbeid, de ChristenUnie en Op Koers.nu. Een coalitieprogramma dat kaders schetst op hoofdlijnen, zodat er ruimte is voor ambities van het college en de gemeenteraad. Het CDA is tevreden met de ambities die grotendeels zijn verwerkt in deze begroting en ziet uit naar de raadsagenda die ook dit jaar vorm zal moeten krijgen. Ambities, voorzitter, zullen met name uitgewerkt moeten worden door onze ambtelijke organisatie, die het komende jaar een aanzienlijke andere vorm gaat krijgen. We stoppen de huidige samenwerking met onze buurgemeente Ommen en gaan terug naar een eigen ambtelijke organisatie. Hierbij staat kwaliteit voorop. Onze inwoners moeten op dezelfde wijze en waar mogelijk nog beter worden bediend dan in de huidige BOH. Voor de CDA-fractie is het dan ook belangrijk dat we dit traject in gezamenlijkheid oppakken. Waarbij onze bestuurders besturen en wij als gemeenteraad in staat worden gesteld om onze kaders aan te geven en onze controlerende taak uit te voeren. Maar zoals u inmiddels weet, voorzitter, wil het CDA scherp toezien op de kosten, aangezien we toch wat moeite hebben met de genoemde bedragen. Wij zouden graag van het college horen hoe het college de betrokkenheid van de raad vorm gaat geven. En laten we de ontvlechting van de BOH vooral ook zien als een kans. Een kans die we met beide handen moeten aangrijpen, zodat we samen met elkaar kunnen bouwen aan een goede, deskundige en flexibele organisatie, die in dienst en verbinding staat van en met onze inwoners.
En verbindingen, voorzitter, leggen we niet alleen maar middels een goed functionerende ambtelijke organisatie. Maar ook via bijvoorbeeld de weg, het water, het spoor en het internet. Op al deze terreinen is er de afgelopen jaren veel gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan de opwaardering van de N34, die binnenkort weer wordt opengesteld voor al het verkeer. Door deze upgrade zijn enkele gevaarlijke kruisingen verleden tijd en geeft de hele operatie een mooie impuls aan de bereikbaarheid van onze gemeente. Er is echter nog wel een vraag neergelegd bij de provincie aangaande het beveiligen van de nieuwe rotondes met de vangrail. Het CDA wacht de beantwoording af. Wat we als CDA ten aanzien van dit punt dus belangrijk vinden, is dat we continu vooruitkijken. Want met de groei van bedrijven en het toerisme is het belangrijk om continu te werken aan de optimalisatie van onze bereikbaarheid. Denk dan bijvoorbeeld aan de realisatie van aanlegplekken voor de bootjes in de stad Hardenberg. Waarbij de CDA-fractie overigens wel op wil merken dat men andere plekken niet moet vergeten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het haventje in Gramsbergen. Daarnaast, voorzitter, was het CDA vorige week enigszins wat verbaasd over de portefeuillehouder, die aangaf dat de middenstand geen nut zag in een gratis wifi-netwerk voor de centra van Delinsvaart en Hardenberg. Zoals u weet, ziet onze fractie deze noodzaak wel. We willen iedereen gastvrij ontvangen in ons centrum. En gratis wifi kan daarbij helpen. Zodat bijvoorbeeld Duitse toeristen toch snel nog even kunnen zoeken waar een winkel zit, of jongeren zonder 4G-abonnement toch nog kunnen internetten. We zullen hierover dan ook in gesprek gaan met de diverse betrokken partijen. Maar voorzitter, wij maken ons ook zorgen. Zorgen over de veiligheid van onze inwoners. Want gedurende de lange warme zomer die inmiddels achter ons ligt, lazen wij toch met regelmaat berichten in de krant die onze fractie niet vindt passen bij onze gemeente. Het CDA vindt dat dan ook van waarde dat we de contacten met ons politieapparaat gaan intensiveren. Zodat we met elkaar kunnen kijken waar de aandachtspunten liggen voor wat betreft het veiligheidsniveau in onze gemeente. Wij zijn content met het feit dat er op dit moment wordt gewerkt aan een veiligheidsmonitor en een integraal veiligheidsplan. En een bijeenkomst waarin de raad wordt bijgepraat door de diverse instanties. Want ondanks dat we blij zijn met onze titel voor meest toegankelijke gemeente van Nederland, willen we geen toegankelijke gemeente zijn voor criminaliteit. In welke vorm dan ook. Voorzitter, als we kijken naar de begroting, dan ziet de CDA-fractie veel investeringen in scholen en andere voorzieningen die lading geven aan de streek- en regiofunctie van zowel stad als gemeente. Daarnaast wordt er ook stevig geïnvesteerd in de sport. Zo wordt er bijvoorbeeld geïnvesteerd in extra parkeerplaatsen voor EMMS en Gansbergen. En wordt er geld gereserveerd voor de privatisering van sportpark De Boekweit. En last but not least, de herinrichting van sportpark De Boshoek. Zoals ik tijdens de oriënterende ronde al heb aangegeven, roepen wij de portefeuillehouder graag op om de raad mee te nemen in de scenario's rondom de herinrichting van sportpark De Boshoek. Waarbij rekening gehouden moet worden met alle inwoners van het sportpark. Het CDA is enthousiast over deze investeringen, aangezien het bijdraagt aan de vitaliteit van onze inwoners. Vitaliteit die we wat onze fractie betreft moeten borgen en die we waar nodig nog zullen moeten verbeteren. En vitaliteit is niet iets wat je alleen stimuleert via sport, maar ook door middel van aandacht hebben voor diverse generaties, als het gaat om ontmoeten en eenzaamheid. Het is dan ook niet voor niets dat een bekende Zweedse woongigant werkt met de slogan "Aandacht maakt alles mooier." Als we de begroting lezen, dan staat de term eenzaamheid 3 keer genoemd en wordt gekoppeld aan ouderen. Bij deze nogmaals het verzoek dit breder te trekken en ook de ontmoeting bij jongeren te stimuleren. Daarnaast, voorzitter, wil ik u aandacht vragen voor het thema relatietherapie. In de oriënterende ronde is een discussie gevoerd over relatietherapie die volgens het CDA niet de kern raakt van waar het om gaat. De kern is dat we willen voorkomen dat kinderen in de problemen komen doordat de ouders in scheiding liggen. Als CDA doen we geen morele uitspraak over of mensen nu wel of niet moeten scheiden. Dat is aan de mensen zelf. We willen echter te allen tijden voorkomen dat kinderen door scheidingsvragen de dupe worden. We zien nu te veel kinderen die blijvende schade oplopen door verscheidingen.
Heel belangrijk is dat er tijdige hulp is als scheidingsvragen een rol gaan spelen. Relatietherapie door deskundige professionals kan helpen dat ouders goed met elkaar en met hun kind omgaan. In het voorstel van de pilot door bijvoorbeeld psychiaters wordt daarin voorzien. Vanwege de verwarring vinden we het noodzakelijk om deze motie over hulp bij scheidingsvragen en relatietherapie daarom in te dienen en in stemming te brengen. En dat doen we samen met de ChristenUnie. Met uw goedvinden, voorzitter, zal ik u het dictum voordragen. Akkoord. Draagt het college op een pilot voor toegang tot jeugdhulp voor scheidingsvragen met mogelijkheden tot relatietherapie te starten? Over de pilot in gesprek te gaan met betrokken professionele jeugdhulpverleners, tussen haakjes psychiaters, te onderzoeken of integrale hulp rond scheidingsvragen en relatietherapie, in het bijzonder in 2019, aan het aanbod in de specialistische jeugdhulp, jeugd tussen haakjes, kan worden toegevoegd. Fijn. Deze motie gaat onderdeel uitmaken van de beraadslaging en we gaan even nummeren, motie nummer 1. Dank u. Vitaliteitsvoorzitter zien we ook terug als het gaat om onze kleinere kernen. Steeds meer dorpen denken na over hun toekomstplannen die ze verwoorden in dorpsvisies. Deze trend van het nadenken over je eigen woon- en leefomgeving wil het CDA stimuleren. En we kijken dan ook met veel plezier terug op diverse bijeenkomsten die we mochten beleven in dorpshuizen, in het kader van het presenteren van de dorpsvisies en het Bouw je Buurtproject. Nu het een poosje stil is geweest, zien we dat het nieuwe college dit onderwerp weer oppakt en hier in 2019 een vervolg aan wil geven. Om gezamenlijk met inwoners, belangenbehartigers en gemeentes te werken richting een omgevingsvisie. En als we het dan toch nog even hebben over vitaliteit, dan zou ik graag uw aandacht willen vragen voor ons platteland. Want zoals u weet heeft Hardenberg veel agrarische ondernemers, waarvan een bepaald percentage binnenkort zal gaan stoppen. De kunst zal zijn om deze ontwikkeling samen met de opgaven die er zijn op het gebied van duurzaamheid integraal op te lossen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan asbestsanering, zodat ook de vitaliteit op het platteland binnen onze gemeente gewaarborgd blijft. Het is sowieso, voorzitter, een thema wat ons als gemeente aanspreekt, duurzaamheid. Al was het alleen maar omdat we als gemeente een hoge duurzaamheidsdoelstelling hebben. We hebben inmiddels begrepen dat we in het aankomende jaar geïnformeerd worden over de stand van zaken ten aanzien van de inmiddels vastgestelde pilotprojecten. Waarbij we nog wel de opmerking willen maken dat het in het kader van duurzaamheid het ook heel belangrijk is dat we verbinding zoeken met de provincie. Het laatste thema, voorzitter, dat ik graag onder de aandacht wil brengen, is het thema wonen. Want de CDA-fractie vraagt zich af of wij wel een voldoende gemixt woningaanbod hebben. En daarbij willen we specifiek aandacht vragen voor woningen voor tussen haakjes eenzame jongeren en mensen die kampen met psychische problemen. Voorzitter, ik rond af en neem u even mee naar Zeeland, waar ik vorig jaar samen met mijn familie verbleef tijdens de jaarwisseling. Ik dacht toen aan 2018, een bijzonder jaar met een nieuw college en voor een groot deel een hele nieuwe gemeenteraad. En nu, voorzitter, zijn we alweer bijna een jaar verder en kijken we vooruit naar 2019. Een jaar waarin veel van onze plannen tot een verdere uitwerking moeten worden gebracht. En ik wil ons college vanaf deze plek veel succes wensen. Want na het leggen van een fundering is het nu tijd om volop aan de slag te gaan en de mouwen nog verder op te stropen. Want als ik zo achter me kijk, voorzitter, dan zit de glans er bij de collegeleden nog goed op, maar is de eerste nieuwigheid er toch echt wel vanaf. Ik hoop dan ook dat als ik weer op vakantie ga, ik niet alleen vooruit ga kijken, maar ook vooral terug kan kijken op de mooie ontwikkelingen die er tot dan toe zijn geweest. Want dat betekent dat we met z'n allen aan de slag moeten en goed met elkaar in contact moeten blijven. Want alleen zo leggen we verbindingen van betekenis. Dank u wel. Dank u wel, meneer Brink, voor de bijdrage van de zijde van de fractie van de CDA. Wij gaan naar de tweede spreker van vanavond, de heer Stelpstra. Mogen we direct al rekenen? Nee, we hadden afgesproken om dat in tweede termijn te doen, om dan de reacties te... Ik zou de bijdrage in de raad van de fractie van de ChristenUnie willen vragen van de heer Stelpstra, die
plaatsneemt achter het spreekgestoelte. Maar wellicht dat het spreekgestoelte iets omhoog moet, want anders is het wel een hele uitdaging. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even kijken hoe hoog die kon. Ik wou het wat anders aanpakken deze keer. U bent gewend van mij dat ik een presentatie heb en een korte bijdrage. En ik heb deze keer geen presentatie, maar een wat langere bijdrage. Dus dat is even de verrassing. En in mijn kringen is het gewend om het op te bouwen rondom 3 punten. Ik doe het rondom 17 punten. Dus wellicht kan u zich nog even uitrekken en plaats gaan nemen. Geachte voorzitter, college, raadsleden, inwoners en toehoorders. Lieve mensen. Deze bijdrage van de ChristenUnie heeft als titel Waardevolle Verbindingen. En de kern hiervan is dat wij streven naar een einde aan armoede, een einde aan ongelijkheid, een einde aan onrecht en een einde aan klimaatverandering. Want er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil, niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. En dat lezen we in Micha en gecombineerd met de tekst uit Jeremia, die ook in ons verkiezingsprogramma stond. Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Geef mooi de motivatie en ons inzet weer. Als eerste, geen armoede. Voor het uitbannen van alle vormen van armoede in onze gemeente zien wij de reguliere bijstand als een grote stap in de goede richting. Dat betekent dat we kijken naar wat mensen nodig hebben en dat op een praktische, effectieve manier vormgeven. In plaats van dat we naar de regels kijken om te kijken wat wel en niet mogelijk is. Geen honger. Dat wij zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw door verbindingen te leggen tussen agrarische ondernemingen en hun leefomgeving. Zodat ze in harmonie met het milieu kunnen produceren. Veel agrariërs zijn hier al mee bezig. En wij zien hierin een rol voor de lokale overheid om dit te stimuleren en aan te jagen. Goede gezondheid en welzijn. En dat voor iedereen. Dit betekent onder andere betaalbare zorg en ondersteuning op maat vanuit de lokale overheid. Hierin zien wij de komende periode grote uitdagingen voor het college. Als we kijken naar de nog vorm te geven transformaties in het sociaal domein. En dan met name over het dossier jeugdzorg. En op ons afkomende ontwikkelingen als beschermd wonen, maatschappelijke omvang en de wet zorg en dwang. Dan kwaliteitsonderwijs. Onderwijs voor iedereen. Wij zien graag een goed huisvestingsbeleid voor het onderwijs in onze gemeente. Het IHP, Integraal Huisvestingsplan voor het Basisonderwijs, is daarvan een goed voorbeeld. En wij hebben in de vorige raadsperiode al gepleit voor een huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs. En wij steunen dan ook de oproep van D66 vorige week om dit te gaan ontwikkelen. Het leerlingenvervoer vinden wij een belangrijke taak voor de gemeente om passend onderwijs toegankelijk te houden. Gendergelijkheid. Gelijke rechten voor iedereen, ongeacht geslacht, geaardheid, etnische achtergrond, religie of wat dan ook, is een hele belangrijke kernwaarde. Omdat we met respect voor diversiteit willen en moeten samenleven, leggen we verbindingen tussen groepen mensen. Jong en oud, arm en rijk, in Nederland geboren of elders. En vooral dat wij een veilig thuis bieden voor mensen op de vlucht. Schoon water en sanitair. In een land als het onze is schoon water en goede sanitaire voorzieningen toegankelijk voor iedereen. We moeten daar wel aan blijven werken. Door bijvoorbeeld vervuiling van ons drinkwater zoveel mogelijk te voorkomen en ons rioleringssysteem goed te onderhouden. Betaalbare en duurzame energie. Om onze aarde leefbaar te houden, moeten we eerder dan later de omslag maken naar het gebruik van duurzame energie. Voor iedereen. Het probleem daarbij is dat niet iedereen over de financiële middelen beschikt om dat voor zichzelf te regelen. We hebben als gemeente een duurzaamheidsfonds
opgericht zodat de energietransitie kansen biedt voor lokale gemeenschappen. En kijk eens hoe ze in Lutte daarmee bezig zijn. We hopen dat er meer lokale verbindingen ontstaan en initiatieven tot stand komen in de eigen kern of buurtschap of wijk om duurzame energie op te wekken. Ook willen we aan de slag op een zorgvuldige manier met het beleid rondom zonnevelden. En daarbij willen we ook kijken naar het benutten van het dakpotentieel. Waardig werk en economische groei. Eerlijk werk en economische groei is juist voor een gemeente als Hardenberg van groot belang. Zo houden wij de krimp buiten de deur en zijn wij in staat de door ons bevochten regiofunctie niet alleen te behouden, maar ook waar te maken. We zijn hier actief mee als we kijken naar de centra in Hardenberg en Dedemsvaart, de verbindingen tussen onderwijs en bedrijfsleven, de regionale samenwerkingsverbanden en de mogelijkheden die wij startende ondernemers bieden. En daarbij hoort ook het blijvend stimuleren van de toeristische en de vrije tijdsector, die veel te bieden heeft voor onze gemeente. Industrie, innovatie en infrastructuur. Deze gaan hand in hand. Zonder infrastructuur geen bedrijvigheid, laat staan innovatie. Dat betekent voor onze gemeente de ontwikkeling van een duurzaam en toekomstgericht mobiliteitsplan erg belangrijk is. Onze bereikbaarheid via de weg, het spoor, de fietspaden en het water. Het zijn belangrijke elementen. En hierin past een betere stationsomgeving in Hardenberg en een heropening van het station in Bergentheim. Ongelijkheid verminderen. Ongelijkheid vindt vaak zijn oorsprong in het gebrek aan onderwijs, dat weer gevolgen heeft voor kansen op de arbeidsmarkt. En voor het verminderen daarvan moeten we zorgen dat iedereen toegang heeft tot beroepsonderwijs. En als dat nodig is, hulp bij het vinden van werk dat voldoende oplevert om in je levenshoud te kunnen voorzien. Een jeugdraad vinden wij een goed initiatief om jongeren meer te betrekken bij gemeentelijke beleidsvorming. En we willen graag verder met het inclusiebeleid, zodat we de prijs nog vele jaren mogen vasthouden. En we zijn ook blij dat we met waardig ouder worden aan de slag gaan. Een duurzame stad en gemeenschappen. Onze vele kernen moeten veilig zijn, maar ook veerkrachtig en duurzaam. Onze uitgestrekte gemeente kent veel kernen en de leefbaarheid is daarbij een belangrijk onderwerp. Wij ondersteunen van harte de ontwikkeling van dorpsvisies. En indien gewenst moeten we ze ondersteunen, zodat de voorzieningen op niveau blijven. Verantwoorde consumptie en productie. In deze tijd van verduurzaming moet ook onze productie en consumptie verduurzamen. Als wij een duurzame gemeente willen zijn, moeten we dus ook aandacht besteden aan omgekeerd afval inzamelen, hergebruiken en recyclen, het verminderen van de afvalberg en te consumeren. De gemeente kan en moet daarin zelf ook het goede voorbeeld geven. Klimaatactie. De overheid moet klimaatactie ondernemen, omdat dit in het belang is van al onze inwoners. Onze gemeente is begonnen met de aanleg van Tiny Forest. En in deze raad hebben we recent unaniem de motie Steenbreek van GroenLinks aangenomen om hittestress en wateroverlast tegen te gaan. Het kan niet bij deze acties blijven. En wij zien uit naar aanvullende acties van het college. Leven in het water. Dit gaat meer over dan leven in de zee. Voor onze gemeente betekent dit dat wij dieren in het water moeten beschermen. En wij hebben wel aardig wat water. En wij willen daar ook nog op recreëren. En dat kan naast elkaar bestaan. Maar het vereist wel overwogen beleid. Het leven in het zeewater kunnen we zelfs in Hardenberg helpen beschermen. Door plastic afval niet zomaar te laten slingeren, maar in de plastic bak te gooien. Wat daarbij zou kunnen helpen, is het invoeren van statiegeld op kleine plastic flesjes. En de ChristenUnie is daar een voorstander van. En onze motie voor aansluiting bij de Statiegeldalliantie is daarvan een eerste stap. Leven op het land. Met het leven op het land moeten we verantwoord omgaan. Dat betekent bescherming van ecosystemen,
herstel van biodiversiteit en natuurgebieden. De mens is rentmeester van de schepping. En de ChristenUnie ziet de duurzaamheidsdoelstellingen als een essentieel instrument voor ons als raad om te helpen deze aarde door te geven aan toekomstige generaties. Wij hebben zorgen op dit dossier. De doelstellingen staan voor ons nog steeds. En we zien dan ook uit naar plannen van het college. Vrede, justitie en sterke publieke diensten. Vanzelfsprekend is de overheid altijd aan zet als het gaat om handhaving van vrede, veiligheid en sterke publieke diensten. Maar het vergt ook iets van ons allemaal, de samenleving. Als wij goed en vredelievend met elkaar willen samenleven, dan moeten we ook zo met elkaar omgaan zoals we zelf behandeld willen worden. En moeten wij oprecht luisteren naar wat onze inwoners bezighoudt. De huidige trend van geweldsincidenten in onze gemeente baart ons zorgen. En wij kijken dan ook uit naar het gesprek met de politie en aanvullende plannen van onze portefeuillehouder. Partnerschap om doelstellingen te bereiken. De gemeente Hardenberg weet als geen ander hoe belangrijk partnerschap is om doelstellingen te bereiken. Zonder partnerschappen zou onze gemeente er anders uitzien. Daarom is het versterken van partnerschappen, zowel binnen als buiten de gemeente, een blijvend aandachtspunt. Samen met onze inwoners, maatschappelijke en onderwijsinstellingen, zorgsector, agrariërs en ondernemers willen we onze gemeenschap laten floreren. En hiervoor hebben we elkaar nodig als nabers. Ten slotte roepen we het college hierbij dan ook op ons als raad, als partner mee te nemen in de ontwikkeling van een nieuwe organisatie. En nog dit jaar met elkaar hierover het gesprek aan te gaan. De oplettende toehoorder heeft in onze opsomming de uitgangspunten van de Sustainable Development Goals gehoord. We hebben deze vertaald naar onze gemeente. We hopen deze indeling in de komende begrotingen terug te kunnen lezen. En zijn erover hoopvol gestemd. Samenvattend, wij zetten ons in voor een vrije samenleving. Waardigheid voor iedereen. Een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid. Met de begroting maken wij plannen voor het komend jaar en kijken ook al wat verder. De ChristenUnie constateert dat er op een heel aantal terreinen in de begroting sprake is van een op te stellen plan. Veel werk aan de winkel dus. Waarbij wij het college, de ambtenaren, ja al onze inwoners, veel succes wensen met het bedenken en het uitvoeren ervan. Voorzitter, u weet van de ChristenUnie dat wij, zeker bij belangrijke onderwerpen, graag afsluiten met het uitspreken van onze afhankelijkheid van onze drie enige God. Vader Schepper, Christus Jezus en de Heilige Geest. En dat doen wij vandaag ook weer. En wij dragen het college en de raad aan hem op bij al het werk waartoe wij geroepen zijn. Dank u wel. Dank u wel, heer Stelpstra, voor de bijdrage van de ChristenUnie. Ik ga naar de volgende in de rij, dat is de fractie van Op Koers. En geef daarbij het woord voor de algemene beschouwing vanuit die fractie aan mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. De algemene beschouwing en begroting 2019 van Op Koers.nu. Voorzitter, de verkiezingen in maart brachten Op Koers.nu een mooie overwinning en bracht ons op 5 raadszetels. Naar ons gevoel te veel om aan de zijlijn te blijven staan. Na de coalitiebesprekingen leverden wij voor de eerste keer een wethouder. Helemaal nieuw in gemeenteland, maar zijn enthousiasme en politiek inzicht konden dat goed maken. Helaas is Falco getroffen door een ziekte die het hem onmogelijk maakt zijn taak als wethouder uit te voeren, zoals hem dat voor ogen stond. Wij zijn bezig met het zoeken naar een oplossing die zowel bij Op Koers.nu als bij de coalitie past. Daar hebben we even tijd voor nodig. Wij vragen daar begrip voor. De BOH. Bijna een jaar geleden kwam er een eind aan de samenwerking met de gemeente Ommen. Wij waren daar niet rouwig om. We hebben destijds bezwaar aangetekend tegen het voorgenomen huwelijk, maar de meerderheid besloot anders.
Ons grootste bezwaar was dat we als gemeenteraad weinig tot geen zicht hadden op de uitvoering van het beleid. Na 5 jaar was het over met de liefde. En werd de scheiding in gang gezet. Dat het ons geld gaat kosten is duidelijk. Maar gelukkig is het niet uitgelopen op een vechtscheiding. Toch kunnen we nog wel enige naweeën verwachten. Wij vragen dan ook het college om daar duidelijk over te zijn, zodat we weten waar we aan toe zijn. Voorzitter, u hoort het. Op Koers.nu heeft de teleurgang van de BOA grotendeels verwerkt. Wij willen verder, maar willen meer inzicht hebben op de nieuw te vormen organisatie. Wij vinden de bedragen die nu gevraagd worden om het management te versterken en vinden het niet goed deze bedragen, dat die goed zijn onderbouwd. En we overwegen dan ook of we een voorbehoud moeten maken op dit onderdeel van de begroting, zodat we niet achteraf monddood gemaakt worden met de opmerking: ja, maar jullie zijn toch akkoord gegaan met de begroting? De windenergie. Om de klimaatdoelstellingen van onze gemeente en die van de Rijksoverheid te halen, wordt er de komende periode heel wat gevraagd. We zijn ons daarvan bewust en voelen de windenergielobby al aankomen. Die is zowel in Hardenberg als in Den Haag sterker dan die voor zonne-energie. Van 2001 tot 2018 hebben we geworsteld met het windpark De Veenwieken. Waarom nemen we niet de moeite om alvorens op de ingeslagen weg verder te gaan, terug te kijken op het gevolgde proces? Ook in 2019 blijft van kracht: van de geschiedenis kun je leren. Laten we duidelijk zijn, we blijven als lokale partij tegen commerciële windparken. Wij zijn bang voor een tweedeling in onze dorpsgemeenschappen. Als de bewoners slechts de lasten mogen dragen en de commercie ervan doorgaat met de lusten. Als er ergens een taak ligt voor het verbinden van groepen, dan ligt die er op het gebied van de energietransitie. Als partij krijgen we veel signalen van inwoners en organisaties dat men wel wil, maar dat men zich niet voor een karretje laat spannen. Laten we deze kans pakken om een gezamenlijk draagvlak te creëren. Het zal het leefmilieu in onze gemeente te goede komen. Veiligheid. Terecht is er in de oriënterende ronde aandacht gevraagd voor de veiligheid in onze gemeente. Ook ons bereiken veel geruchten over incidenten. Die geruchten nemen steeds grotere vormen aan als er geen volledige openheid van zaken wordt gegeven. Natuurlijk moet er rekening worden gehouden met de privacy, maar daar waar mogelijk gewoon doen. Koopzondag. We willen het college bedanken voor de voortvarende aanpak van de proef met de zondagopenstelling in de zomerperiode. Het was kort dag, maar in onze ogen geslaagd. Wel waren we verbaasd dat het centrum Hardenberg tijdens de komende Sinterklaas en Kerst slechts 1 koopzondag heeft. Wat is hier eigenlijk de reden? Daarnaast gaan we ervan uit dat er in het raadsvoorstel dat we in januari mogen verwachten ook mogelijkheden worden geboden aan de buitendorpen. Graag uw reactie hierop. Wegen. Voorzitter, het leek zo'n geruststellend antwoord op onze vraag over het onderhoud van wegen en pleinen naar aanleiding van de tweede bestuursreportage. Het doorschuiven is niet onverantwoord met het oog op veiligheid van de weggebruiker. Bij het opstellen van de volgende meerjaren onderhoudsplan 2020-2022 zal rekening gehouden worden met gestegen marktprijzen
prijzen, waarbij gelijkblijvend budget uiteraard minder wegvlakken kunnen worden geprogrammeerd. Toch lezen we hierin drie gevaren. Vorig jaar is er ook al doorgeschoven. De marktprijzen stijgen en als het budget niet verhoogd wordt, kan er straks nog veel minder met meer wegen. Kunt u onze argwaan weerleggen? Voorzitter, rest mij alleen nog iedereen die zich heeft ingezet voor onze gemeente hartelijk te bedanken. En ook de wens uit te spreken dat we ook in 2019 plezierig kunnen samenwerken. Dank u. Dank u wel, mevrouw Kelder, voor uw bijdrage. De fractie van de VVD. Het woord is aan de heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Na deze interessante bijdrage kan de VVD het buitengewoon kort houden. Het is niet zo dat wij nou inhoudelijk zo heel veel op te merken hebben. Zo heel veel staat er ook niet aan nieuw beleid in. En wat er staat, daar krijgen wij nou niet direct buikpijn van. Waar we dat wel van krijgen, voorzitter, is van de vierjarenplanning die zodanig negatief is dat er wat ons betreft, en onze uitleg in ieder geval, een negatief saldo ontstaat van bijna 11 miljoen euro. We kunnen het hebben over structureel, incidenteel, maar wat ons betreft moet onder de streep en uiteindelijk een positief saldo overblijven. Te meer omdat met dat 10 miljoen wat er afgaat in de komende periode ook de ondergrens gelijk van het weerstandsvermogen wordt bereikt. En dat betekent dat er in onze visie te weinig ruimte ontstaat of overblijft voor de risico's die wij ook zien. Ze zijn al eerder genoemd vandaag het sociaal domein en in het bijzonder de jeugdzorg. Maar ook de algehele economische ontwikkelingen zien wij als een punt van aandacht. We hebben al vaker gedacht dat het altijd goed zou gaan en daar hebben we wel de vruchten van geplukt. Ter zake de afwaardering in onroerend goed onder andere. Maar in het bijzonder zien wij risico's ter zake de ontvlechting van de BOH en de voortzetting daarvan in de dienstverlening naar Ommen. Er is nu een bedrag voor genoemd, maar het zou ons niet verbazen. Sterker nog, wij zouden het zeer wel mogelijk achten dat het bedrag onvoldoende blijkt en dat dus daarmee het risico onvoldoende is en het weerstandsvermogen wordt aangetast. De BOH kost helemaal meer dan verondersteld en lijkt voorlopig alle plannen te doorkruisen. En wat ons betreft kun je dan niet doorgaan, kun je niet maar doen alsof het wel weer goed gaat. Moet je maatregelen nemen, moet je optreden om er uiteindelijk voor te zorgen dat je positief blijft. Doe je dat niet, dan is er niet alleen sprake van een slechte begroting, maar geef je bovendien aan niet zorgvuldig om te gaan met de financiële huishouding van deze gemeente. En zoals wij liberalen dat noemen, dan ontbeert het aan goed huisvaderschap. Voorzitter, de VVD begrijpt dat het nieuwe college het graag anders had gezien. En eerlijk gezegd, wij ook. Want ook wij van de VVD zouden graag gratis willen parkeren. Zouden graag een goed mobiliteitsplan zien, maar ook een uitvoering daarvan. En zelfs de stationsomgeving zouden wij met twee handen aan willen pakken als daar geld voor zou zijn. Maar voorlopig, voorzitter, vinden wij het maken van plannen en het doen van onderzoek zonder dat er budget is voor de uitvoering daarvan overbodig. Want het kost immers geld. Dat is het niet en dus moet het beleid wat ons betreft worden bijgesteld. Want onze gezinnen in de gemeente Hardenberg kunnen naar de mening van de VVD niet nog zwaarder worden belast. Wat gemeentelijke belasting betreft zit de gemeente Hardenberg namelijk ver boven het gemiddelde. En in het bijzonder de onroerende zaakbelasting kan wat ons betreft in ieder geval niet meer verhoogd worden voor de komende periode. U hebt dat ook in uw begroting staan en in uw programma. Maar wij wijzen u er nogmaals op dat die afspraak toch wel wat ons betreft heel erg hard is. Want met name onze ondernemers betalen al 27% boven het landelijk gemiddelde. En dat is wat ons betreft te veel. Voorzitter, dus wat ons betreft geen inhoudelijke toevoegingen of anderszins zaken. Wij zullen ook geen amendementen, moties of iets dergelijks steunen. Ik heb nog niet heel veel gezien. Eén motie ter uitleg van de discussie van vorige week. Maar wat ons betreft kan namelijk geen enkele organisatie onder de streep meerjarig negatief presenteren. Zonder gevolgen. En onze gemeente verdient wat de VVD betreft iets beter dan dit. Dank u wel. Akkoord, dank u wel voor de bijdrage van de VVD. De fractie van de Partij van de Arbeid. De fractievoorzitter, de heer Jonkhans. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, deze begroting weerspiegelt goed de afspraken die gemaakt zijn in het coalitieakkoord. Tijdens de oriënterende behandeling van de begroting heeft het college aangegeven werk te willen maken van de Sustainable Development Goals en deze doelen te willen hanteren bij de opzet van de planning- en controlecyclus. We zijn daar als fractie van de Partij van de Arbeid erg blij mee, omdat het erop lijkt dat deze doelen breed gedragen worden door alle partijen in de Raad. Mooi ook om te zien
hoe zojuist daarvoor een voorbeeld is gegeven door de heer Stelpstra. We zijn ervan overtuigd dat deze doelen nog meer richting aan het handelen van onze raad gaan geven. Voort zijn we content met het reactiveren van de klankbordgroep Sociaal Domein. De doorontwikkeling van de samen doenteams wordt opgepakt en het is goed dat de raad daar bovenop zit. Tijdens de oriënterende ronde vorige week hebben meerdere fracties vragen gesteld over jeugd en veiligheid. Voor de zomervakantie is de raad door de politie geïnformeerd over de toename van criminaliteit op straat en in de wijken. Daarbij is tevens gesignaleerd dat steeds meer minderjarige jongeren betrokken zijn of raken bij het criminele circuit. De politie werkt samen met het jongerenwerk aan een concreet en integraal plan van aanpak, maar deze is echter nog niet gereed. Voor de uitvoering van dit plan zijn middelen nodig die nog niet begroot zijn. Onze fractie maakt zich hier samen met GroenLinks en 50PLUS zorgen over. Straks ligt er een plan, maar ontbreekt er aan geld. We overwegen hiervoor een motie in te dienen, maar horen graag hoe de portefeuillehouder hierover denkt. Uit recent onderzoek naar criminele weldoeners blijkt dat ondermijning steeds meer voorkomt in het sociale domein. Voorbeelden zijn witwaspraktijken via stichtingen en zorginstellingen of pgb-fraude die rechtstreeks de hulpbehoevende raakt. Onze fractie vangt signalen op dat deze vorm van ondermijning oprukt. Is het college op de hoogte hiervan en is men alert op signalen in onze regio? Graag uw reactie hierop. Voorzitter, de burgemeester heeft toegezegd dat de haalbaarheid van een zaterdagmarkt willen verkennen. We denken dat het een uitstekend idee is, omdat daarmee reuring ontstaat op een marktplein, nieuwe klanten trekt naar de binnenstad en de omliggende winkels. En dat zowel supermarkten als winkels kunnen profiteren van deze extra traffic in de binnenstad. We willen daarbij het college ook de overweging meegeven om daar ook de diverse producenten van streekproducten in het Vechtdal hiervoor te interesseren. Zoals activiteiten in het kader van Verrukkelijk Vechtdal en Vechtdal Boert Bewust. Die hebben zelfs al een foodtruck hiervoor aangeschaft, heb ik begrepen. Tijdens de oriënterende ronde gaf de burgemeester op vragen van ons aan dat er, hoewel er in de begroting weinig over is opgenomen, toch wel activiteiten zijn gericht op de Oosterburen. We vinden het jammer dat dit naar onze mening nog onvoldoende planmatig wordt opgepakt en roepen het college daarom te komen met een Duitslandstrategie of een Duitslandplan waarin uiteengezet wordt welke kansen de nabijheid van Duitsland ons biedt en op welke wijze het college daarop wenst te gaan acteren. Tot slot, voorzitter, hebben we in september vragen gesteld over gescheiden inzameling van afval op sportcomplexen. Vanuit onze overtuiging dat jong geleerd oud gedaan is, verbaast het ons en met ons vele sportverenigingen dat dit lastig te realiseren is. Net zoals blijkbaar het realiseren van gescheiden inzameling in de openbare ruimte in de bebouwde kom. Landelijk zijn voor het gescheiden inzameling bij sportclubs diverse pilots gaande waar ook de ROVA bij betrokken is. We vragen het college daarom te onderzoeken om dit samen met ROVA mogelijk te kunnen maken. Het geldt trouwens ook voor de recreatieve sector. Niet dat alle campings niet aan afvalscheiding doen, maar naar onze overtuiging is daar nog zeker winst te behalen. Dank u wel. Akkoord. Dank u wel voor de bijdrage van de zijde van de Partij van de Arbeid. 50PLUS. Het woord is aan de heer Schuurman. Achter het spreekgestoel. Sorry. Dank u wel, voorzitter. Ja, wat moet je eigenlijk nog zeggen als je als een van de laatste bent? 50PLUS heeft het alle vragen al van tevoren gesteld en ook antwoord op gehad. Eén punt wat bij ons nog zwaar weegt, daar hebben we ook inmiddels een gesprek over gehad met de wethouder, dat is de inzameling van incontinentiemateriaal en het stoma-materiaal, wat nu allemaal gewoon in het afval verdwijnt. Wij hebben met de wethouder daar ook een gesprek over gehad, zoals ik al zei. En we zullen daar ook op terugkomen.
Wel willen wij nog een keer wijzen op een betere verbinding met de kleine kernen wat openbaar vervoer betreft. Ook de opening van het station Bergentheim willen we graag onder de aandacht brengen. Overigens willen wij de hele organisatie bedanken voor alle leesbare stukken die wij hebben ontvangen. Het was voor ons de eerste keer, dus ook wat twijfels en hier en daar wat geïnformeerd. En jongens, hoe zit dat? Ook binnen de organisatie. Waarvoor dank. Wij willen dan ook het college en het ambtelijk afwerp heel veel succes wensen bij de uitvoering van deze stukken. Dank u wel. Dank u wel, heer Schuurman. De fractie van GroenLinks. Het woord is aan de heer Boshoven. Die werkt aan een omtrekkende beweging richting het spreekgestoelte. Ja, dank u wel, voorzitter. Op zich, als je zo ver weg zit, is het wel een hele gezonde manier van iedere keer hier naartoe lopen. Het past mooi bij de gezonde snacks en het water wat hier overal op de tafel staat. Voorzitter, stoeptegelpolitiek. Dit was een term die ik een poos geleden hoorde in relatie tot raadswerk. En eigenlijk dekt het wel heel aardig waar mensen aan denken als je ze vraagt waar wij als gemeenteraad over gaan. Echter is de werkelijkheid natuurlijk compleet anders. En de begroting laat dit wel zien. Van jeugdzorg tot duurzaamheid, tot participatie, tot veiligheid. Overal hebben wij een stem in. Daarom is GroenLinks blij met de verschillende partijen die vorige week aangaven te willen kijken naar nieuwe manieren van het presenteren van de begroting. Leesbaar maken van de begroting voor iedereen zou erg helpen om duidelijk te maken waar gemeentepolitiek echt om draait. Gemeente Enschede laat dit bijvoorbeeld al heel mooi zien in één afbeelding waarin te zien is waar het geld wegkomt en waar het geld naartoe gaat. GroenLinks is verder tevreden over de duurzaamheidsplannen die in deze begroting wederom naar voren komen. Het was de fractie van de ChristenUnie die vroeg of we wel op schema liggen wat betreft de duurzaamheidsdoelstellingen. En ook GroenLinks is hier wel scherp op geweest. Daarom vinden we het fijn dat de plannen rondom duurzaamheid de laatste tijd concreter zijn geworden en wij danken hiervoor het college. Het is nu zaak om door te pakken. Wij wensen de wethouder die de taak overneemt van wethouder Bruinsma veel succes en spreken op deze manier ook onze beterschapswensen uit aan de wethouder Bruinsma en natuurlijk alle begrip voor de fractie van Op Koers en alle betrokkenen. Met tevredenheid hebben wij in de begroting ook gelezen dat de fiets een groot deel uitmaakt van de mobiliteit, van de visie die hierover ontwikkeld zal worden. Dit is terecht. Ook terecht is de aandacht voor wandelpaden. Dit is iets wat nog wel eens vaak vergeten wordt, maar onze fiets- en wandelinfrastructuur maakt een ontzettend belangrijk deel uit van de recreatieve waarde van onze gemeente. Of het nu voor sport, ontspanning of een ander doel is, voor veel inwoners is dit gewoon een ontzettend belangrijk deel van het dagelijks leven. Veel inwoners met duurzaamheidsinitiatieven heeft mijn fractie ook gesproken de laatste tijd. Zij zijn op zoek naar duidelijkheid. Kan hun plan wel of niet doorgaan? Maar er zijn meer inwoners die duidelijkheid zoeken, zoals vorige week bleek naar aanleiding van insprekers over de Boshoek. Ook duidelijkheid voor de mensen die een nieuwbouw willen gaan realiseren. Ze mogen hun woningen dan nog op het gasnet aansluiten, maar wanneer de gaskraan dichtgaat, is het jammer als zij hun woning over een enkel aantal jaren alsnog moeten ombouwen. Wij hebben begrip voor het feit dat het verbieden van het aansluiten op het gasnet niet altijd mogelijk is, maar zouden wel pleiten voor een actief ontmoedigingsbeleid. Verder ook lof voor de gelden die beschikbaar zijn voor dorpsvisies. Hopelijk kan dit bij participerende inwoners ook duidelijkheid geven over in hoeverre zij hun plannen kunnen doorzetten. Dorpsvisies zullen immers een belangrijk deel zijn van hoe wij omgaan met de omgevingswet die eraan zit te komen. Kritischer stonden wij tegenover de relatietherapie. En de discussie inderdaad, ik ben het met de fractie van CDA eens, ben de bijdrage van de heer Brenk, dat de discussie wellicht niet helemaal ging over hoe het ingestoken is. En na de motie die gepresenteerd is, geeft ons dit iets meer duidelijkheid en kunnen wij de gedachte beter begrijpen. Het is van belang verder dat wij
de jongeren en de regio blijven binden. Ondernemers aantrekken is ontzettend belangrijk, maar er moeten ook voldoende jonge werknemers in de regio zijn. En ook onze woonplannen spelen hier een grote rol in. Dat het weerstandsvermogen afneemt, ziet mijn fractie ook niet graag. Maar we hadden het nog erger gevonden als het bespaard zou zijn op gezamenlijke doelstellingen, zoals duurzaamheid of zorg. Vooral de jeugdzorg komt steeds terug, ook in het nieuws. Gemeenten krijgen geen grip op de kosten. Daarom is het zo belangrijk dat wij als Hardenberg zeggen, niemand valt tussen wal en schip, we blijven zorg leveren. Maar dat is wel duidelijk. Dan sluit ik af met de waardering voor de aandacht die er is voor andere trends, zoals problematiek rondom jongeren. Daarom hebben wij ook aangesloten bij de eventuele motie, zoals net benoemd is door de Partij van de Arbeid. En kijken wij uit naar het voorstel rondom het tegengaan van sexting en het omgaan met social media voor jongeren. Zoals duidelijk na de bijdrage van de diverse partijen gaan wij over veel meer dan stoeptegels. Al had ik daar zelf een poosje geleden natuurlijk ook een hand in door een motie over het terugbrengen van het aantal stoeptegels. Tot zover, voorzitter. Dank u wel voor uw bijdrage. Tot slot, laatste in de rij, in dit geval de fractie van D66. Nodig ik graag uit voor de algemene beschouwing rondom de begroting en dergelijke. Het woord is aan de fractievoorzitter, de heer Roodmond. Voorzitter, dank u wel. En ook dank aan alle mensen die voor mij hebben gesproken. Er zijn mooie plannen die nog in het verschiet liggen. En met name wil ik dan de fractie van ChristenUnie bedanken voor de invulling van de Social Development Goals. Ik was daar enorm door geïnspireerd. Iets minder echter door de begroting van 2019. Die mij deed denken aan een passage van Gerrit Komrij. Het boek heet Over de Bergen voor de Liefhebber. Die passage luidt: een aangename wereld, maar zonder beslissende woorden. Een wereld met dwaze plannen, maar zonder consequenties. Een wereld van oververhitting. Hij was wakker geschrokken, schielijker dan hij had gewild. Want deze begroting is een verhaal op hoofdlijnen en een verhaal waarop steeds werd geantwoord in de oriënterende ronde, althans heel erg vaak. Hier komen wij in 2019 op terug. Wij schrokken hiervan omdat onze verwachtingen van een nieuw en jong college hoger waren gespannen. En bovendien werd ons een belofte gedaan. We hadden een beleidsarme kadernota, maar een doorgerekend en dus vernieuwend collegeakkoord en een begroting die daarbij hoort. Toch zijn wij grotendeels wel blij, want dit verhaal gaf ruimte voor meer raadsinitiatief. En zo kregen we met elkaar een aantal zaken in de oriënterende ronde eigenlijk al voor elkaar. En dat stemt hoopvol. Want zoals de karakters in Komrij's boek zijn ook wij nu blijkbaar wakker geschrokken. GroenLinks zei het al, we moeten nu doorpakken, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. En er liggen grote opgaven voor ons die door de gezamenlijke overheden en dus ook door ons en met de samenleving opgepakt moeten worden. Die opgaves liggen op het gebied van zorg, landbouw, economie en duurzaamheid. En bijvoorbeeld professor Jan Rotmans predikt al een hele poos dat een kanteling gaande is en daar moeten wij nu op inspringen. Wat onze fractie betreft ligt het accent hierbij op duurzaamheid, onderwijs en economische ontwikkeling. En dat vraagt meer dan de kracht om gewoon doen, maar de kracht van onze samenleving, waar ongelooflijk veel kansen liggen. We pakken ze her en der en ik denk dat het nog veel beter kan. We praten vaak over het knooppunt Hardenberg als midden van de regio's Zwolle, Twente en Drenthe en naast ons natuurlijk ook het mooie Duitsland. Maar hoe mooi zou het zijn als onze inwoners en de bedrijven ook bezoek kregen uit die regio's doordat mensen die afslag nemen en hier blijven en hier gaan investeren, omdat dit een mooie gemeente is waar die kansen tot bloei kunnen komen. Maar hier zijn wel middelen voor nodig, ook vanuit onze gemeente. En een gemeentelijk apparaat dat open staat voor deze vernieuwing en daar voldoende voor is toegerust. En dat betekent dat we het liefst een begroting hadden gezien met meer ruimte om te investeren in duurzaamheid, onderwijs en economie. En ook een gemeentelijk apparaat, maar dat komt dus nog, dat daarop in kan spelen. Tot slot, voorzitter, de plannen voor de echtscheidingsbemiddeling. Het is al genoemd en dit raakt voor ons een principieel punt.
In onze ogen mag en kan de overheid niet gaan regeren achter de voordeur. Persoonlijke en vaak emotionele keuzes zijn voor ons inwoners zelf en geen zaak van de gemeente. En onze fractie vraagt dan ook het college met klem om dit punt te heroverwegen. En wat betreft de motie zullen wij die zeker niet gaan steunen. Tot zover, voorzitter. Akkoord, dank u wel. Daarmee hebben alle fracties een bijdrage geleverd in de eerste termijn voor wat betreft de beschouwingen. Dan zijn we nu toe aan de tweede termijn van de behandeling van de begrotingen en dergelijke. En dat is altijd even zoeken, merk ik ook zelf, van hoe gaan we dat dan doen. Want de tweede termijn kunt u met elkaar in debat gaan over de beschouwingen. En er ligt op dit moment één motie, om het zomaar te zeggen. Mijn voorstel zou zijn met u goed vinden om eens te kijken of we dat per thema kunnen doen. Dat we gewoon per thema eens even inventariseren. Wat daar nog over besproken moet worden met elkaar. Doen we dat dan op de 17 thema's van de ChristenUnie? Of, ja, dat vroeg ik me ook af, voorzitter. Als daartoe bij u de behoefte bestaat, dan gaan we dat gewoon doen. Maar ik verzoek u ook wel om daar waar nodig ook een nodige beperking aan te brengen. Want uw algemene beschouwingen waren al zo geweldig dat ik denk dat de boodschappen wel duidelijk genoeg zijn in veel gevallen. Maar ik kan me voorstellen rondom duurzaamheid, bestuursdienst, veiligheid, ik noem maar wat op. Dat hoeven we nu niet op voorhand te inventariseren, wat mij betreft. Maar dat we zeggen, ik wil wat zeggen over duurzaamheid en dat u dan op elkaar gaat reageren. Zullen we eens een aftrap doen? Wie heeft de behoefte om te reageren in de tweede termijn? Op een bepaald thema. De heer Brink. Ik begrijp niet helemaal nu goed, voorzitter, wat de bedoeling is. Want ik heb... Dat is nou jammer, want ik dacht nou dat ik het zo goed had uitgelegd. Maar... Voorzitter, het ligt ongetwijfeld aan mij. Daar ben ik van overtuigd. Maar ja. Kijk, wat ik heb gedaan, ik heb gewoon per partij een paar vragen gesommeerd. En ik kan filteren wat het per thema is. Maar daar wordt het voor mij niet overzichtelijk van. Dus, en ik ben ook in de veronderstelling dat we altijd gewoon een rondje maken richting de fracties. Ik zou eigenlijk wel willen vragen om dat nu gewoon weer te doen, want... Ja, het is voor mij moeilijk te clusteren in het thema. Dat zou ik wel kunnen doen, hoor. Maar... Ja, nee, maar goed, ik kijk ook even rond of dat een andere optie is. Dat we zeggen, nou, we gaan er gewoon een ronde maken en we werken per fractie alles af. Maar dan kan het misschien wat... Dat lijkt mij makkelijker. Anders moeten we eerst even gaan schorsen om het in te delen. Nee, dat zou ik... Dat lijkt me voldoende om terugtrekkende beweging te maken en te zeggen, gaat u... Uw gang zoals u in gedachten had, zeg maar. Kom ik toch weer bij de heer Brink uit. Mag ik u dan eerst het woord geven en dan probeer het even zo duidelijk mogelijk te maken. Ja, dan ga ik gewoon even het rijtje af, voorzitter. Het rijtje wat ik zelf heb, ik ga niet op grootte van fractie. Ik begin even bij GroenLinks. Ik ben blij dat jullie, of dat u voornemens bent mee te gaan op onze motie. En het was ook ons doel om deze duidelijkheid te scheppen. Want de CDA wil absoluut niet, en de ChristenUnie ook niet, regeren achter de voordeur volgens mij. Waar de heer Rodemond naar refereert. Dus ik ben blij dat wij u enige helderheid hebben kunnen geven. Ten aanzien van de woorden die u sprak over wethouder Bruinsma, ben ik wel wat verbaasd. Want u heeft het over een opvolger, maar volgens mij is er helemaal geen sprake van een opvolger. Is de wethouder op dit moment ziek thuis? En zou die weer aan de slag kunnen op het moment dat hij beter is? Er is bij mij geen opvolger bekend, dus was ik even wat verbaasd over. Boshoven. Voorzitter, als ik dat heb gezegd, dan heb ik me besproken. Ik heb het ook niet zo op papier staan. Ik heb mijn begrip uitgesproken voor de afwezigheid van de heer Falco. En ik heb een beterschapswensen voor hem uitgesproken. Akkoord. Nou, voorzitter, dan even een opmerking richting de VVD. Ik heb eigenlijk geen vragen aan de VVD. Wat ik wel jammer vind, is dat ik nou eigenlijk al 5 jaar lang in deze raad zit. En dat ik eigenlijk alleen maar dingen hoor die wij niet kunnen of beter niet zouden kunnen doen. En ik zou het nou zo leuk vinden, ook al zijn de kaders nog zo klein, dat u eens iets komt met wat we wel zouden kunnen. Dat ligt niet alleen maar in grote uitgaven. Dat ligt ook in het zoeken van verbindingen. En ik zou eigenlijk wel willen dat u daar eens iets mee gaat doen. Want ik heb eigenlijk het idee, maar... Maar ik continu hetzelfde bandje hoor, en dat vind ik gewoon jammer. Zou niet doen. De heer Gelling wil reageren. Ja. Nou, om te beginnen, voorzitter, hadden wij natuurlijk bijzonder graag meegedaan aan de coalitieverhoudingen. Waren het niet dat wij buiten stonden voordat we de ergen hadden. Dus die uitnodiging hadden wij graag gepakt.
En voor het overige delen wij de verbazing van meneer Brink volstrekt. Alleen dan omgekeerd zijn wij verbaasd dat er al jaren achter elkaar begrotingen worden neergelegd die negatief zijn. Als gevolg waarvan er in mijn periode van 4 jaar al 50 miljoen aan algemene reserve is verdwenen. En ja, daar krijgt u de handen van de VVD in ieder geval niet voor op elkaar, meneer Brink. Nu niet, nooit niet en morgen dus ook niet. Nou, voorzitter, dan ga ik er toch even iets van zeggen. Want als ik kijk naar de algemene reserve op dit moment, dan is die voldoende om al onze risico's die we hebben maar factor 1,4 te kunnen dragen. En voorzitter, alle risico's dit jaar op ons bord komen, die kans is volgens mij even groot dan dat ik morgen meedoe met de New Yorkse marathon. Al was het alleen maar omdat New York heel ver weg is. Dus, maar goed, volgens mij is mijn punt wel helder. Overigens was die gisteren de marathon volgens mij. Zegt u jullie zelf dat? Marathon was volgens mij gisteren of van de week een keer. De heer Brink. Dank u wel, voorzitter. Even een aanzien van de Partij van de Arbeid. Maar op zich helder, het punt dat u maakt over veiligheid, dat punt dat maken wij zelf ook. Alleen u zegt het eigenlijk zelf al, hè? Het plan is nog niet af. En wat wij eigenlijk wel wijs vinden in deze discussie, is om niet voor de muziek aan te lopen, maar gewoon het plan eens af te wachten. En eens kijken van, hé, wat komt er nou uit? Waar moeten wij nou eventueel geld voor beschikbaar stellen? En volgens mij hebben we altijd de morgens in de raad van geld volgende maatregelen. Dus ook buiten deze begrotingsvergadering gaan wij indien nodig, en iemand daar een meerderheid voor krijgen, geld beschikbaar stellen met geld, veiligheid, meneer de voorzitter, gaat het CDA ook zeker aan het hart. Alleen wel investeren in de goede volgorde. En dat is eerst een bijeenkomst en pas dan kijken naar eventuele budgetten. Voorzitter, mag ik daarop reageren? Heer Jonkman. Ik snap wat u zegt, maar er zijn een paar dingen aan de hand. Ik weet niet of het aan u ontgaan is, maar we zitten in een begrotingsraad nu. Dat betekent dat je nu gaat begroten welke kosten je gaat maken voor een oplossing die je wenselijk acht. En wij hebben de kennis, maar ook de signalen ontvangen van dat daar een inspanning nodig is. Dus vandaar dat wij hebben gezegd van nou, je moet het ijzer smeden wanneer het heet is en dat is nu. Dus waarom zou je daar niet nu alvast aandacht voor vragen? En dat is wat we doen. En wij smeden liever als we weten hoe heet het ijzer is, voorzitter. Dus ik draai me even iets om. Want het is natuurlijk niet zo dat, kijk, dit is een heel belangrijk moment, ben ik helemaal met u eens. Maar het is natuurlijk niet zo, voorzitter, dat dit het enige moment is waarop wij als gemeente plannen zouden kunnen maken. Dus nogmaals, en volgens mij gaan we niet bij elkaar komen op dit punt, is het wat mij betreft zo dat wij, en dan val ik in herhaling, voorzitter, dat wij eerst de plannen afwachten en daarna kijken welke druppels wij op de groene, gloeiende plaat moeten leggen. En daar wil ik het ten aanzien van dit punt wel even bij laten. We hebben daar toch een andere opvatting over. Wij vinden dat we onze kaderstellende rol op moeten pakken. En die willen we graag ook financieel meegeven. Akkoord. Dank u wel. De heer Stelpstra. Ja, als we toch nog een beetje thematisch, want ik had hier ook nog een opmerking over. Want ik snap de wensen voor de motie. Maar goed, ik sluit me in die zin wel aan bij de woorden van de heer Brink. Kijk, u geeft aan dat u heeft signalen en kennis in huis. Wij zitten binnenkort met de politie en dan verwachten wij meer te horen. Wij hebben hier als raad ook het uitgangspunt van de twee O's. Als iets onuitstelbaar of onvermijdelijk is, dan gaan we het ook per direct doen. Hè? En als ik ook kijk naar de urgentie van dit onderwerp en de samenstelling van deze raad, verwacht ik dat we heel snel gaan schakelen op dit onderwerp als er een goed plan is. Dus ik deel uw zorgen, maar ik zou u willen adviseren om nu geen motie in te dienen. Ik denk als de tijd rijp is, dat we heel snel overgaan tot actie. Voorzitter. Jongens. Wij pakken onze volksvertegenwoordigende rol serieus op en gaan dus ook op signalen in. Maar om u toch enigszins tegemoet te komen, en dat heb ik ook al in mijn bijdrage aangegeven, horen we ook graag het oordeel van het college hierover. En we zullen dan handelen naar bewind. Voorzitter. Akkoord, de heer Brink. Met u goed vinden ook een klein beetje afstand nemen van de woorden van de heer Jonghans. Want het wel of niet serieus nemen van je volksvertegenwoordigende rol hangt volgens mij niet af van het nu accepteren van deze motie.
Wat CDA-fractie betreft nemen wij onze volksvertegenwoordiger van de rol zeer serieus. Zelfs zo serieus dat we eerst eens even informatie willen vergaren en pas dan kijken welke budgetten we moeten vastleggen. Ik vind het een beetje flauw om dat nu zo in verband met deze motie naar buiten te brengen. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Nou, meneer Brink, ik twijfel er niet aan dat u die rol ook goed vervult. Maar die rollen kan een verschillende rolopvatting zijn. Akkoord, voldoende lijkt mij voor dit moment. Ik kijk rond. Zijn er nog andere fracties die willen reageren op datgene wat is ingebracht? Stelpstra verder nog? Stelpstra. U bent aan de beurt. Oh, ik ben aan de beurt. Wat fijn. Ik wil allereerst even complimenten geven aan de heer Brink. Ontzettend fijn dat hij nu ook achter het spreekgestoelte kan plaatsnemen. U maakt een opmerking over asbest. Ik heb vernomen dat de provincie ook met een fonds gaat komen rondom de asbestproblematieken. En dat wij daar wellicht dan ook nog wat in zouden moeten gaan investeren. Hè. Dat wordt een soort fonds waarin gemeenten ook geld in moeten leggen. Ik was wel even benieuwd nog naar de wifi. Want ik maakte uit uw bijdrage op dat u nu de vraag gaat opwekken terwijl de vraag er niet is. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Mag ik een toelichting opgeven, voorzitter? Ja hoor. Dank u wel. Nou, dat is nog net de grap. Wij horen die vraag wel. Alleen niet uit de mond van de centrummanagers, maar wel uit de mond van onze consumenten, van onze toeristen. Ook van onze jongeren en ook van onze consumenten. Dus wij zien op basis daarvan wel degelijk een kans. En dan denken wij van, goh, laten we die kans nou eens proberen te pakken. Omdat het wat onze fractie betreft, want dat zei ik zo straks ook al, echt wel een kans heeft voor onze centra. Dus wij horen hier een geluid die wij buiten dit huis niet horen. Nou, en wij willen graag dat goed onderzocht hebben van, hey joh, hoe zit dat nou? En kunnen we daar wat mee? Want de geluiden die wij horen, die rijmen zich niet helemaal met elkaar. En dus vinden wij het goed om dat goed te onderzoeken, voorzitter. Oké, de portefeuillehouder heeft dus aan de verkeerde mensen gevraagd, begrijp ik uit uw woorden. Ja, goed, voorzitter, het is een beetje wat is verkeerd. Ja, is goed. Ja. Maar goed, wij willen graag een compleet beeld hebben. Dat is wat ik zeg wel. Helder. Op koers, ik was wel even benieuwd, want u wou een voorbehoud maken. Dat lijkt mij niet mogelijk bij de begroting. Je stemt voor of tegen. Ik was wel even benieuwd hoe je dat dan voor u ziet. Want ja, dingen roepen, dat kan iedereen natuurlijk. Dat klopt. Maar we willen daarmee eigenlijk aangeven van, nou, we twijfelen over of het allemaal goed gaat komen. En daarom hebben we dit aangemerkt, zodat dat jullie niet kunnen zeggen van, hey, jullie waren het er direct mee eens. Nee, maar laten we wel zijn. We zitten in een coalitie. We hebben een begroting. Die gaan we goedkeuren. Dat gaan we gewoon met z'n allen doen. Dus dan gaan we niet zeggen, nou, dit onderwerpje bevalt mij niet helemaal. Ik trek me eruit terug. Dus ja, ik neem het voorbehoud dan niet zo serieus. Ja, goed. Mevrouw Kelder, wilt u reageren? Of, We laten het hier even okay. bij. Ja, is goed. Dan de VVD. Ik ben bijzonder verheugd dat de heer Gelling sinds kort ook fan is van de nieuwe stationsomgeving. Dat we daar de handen in elkaar kunnen slaan om die van de grond te krijgen. U kent zijn financiële expertise. Nou, we hebben nog wat geld nodig. Dus ik zie dat helemaal goed komen. Dan hebben we ook nog, de heer Gelling had het over het meerjarig negatief presteren. En daar wou ik toch even de vinger bij leggen. Want we hebben het hier over begroting. En een begroting is niet de prestatie, maar dat is een inschatting van de prestatie. En als we even terugkijken naar de afgelopen paar jaren, dan hebben we positieve resultaten gehaald. Bij de jaarrekening houden we geld over. Als je dat regelmatig doet, dan kan het zo zijn dat je begrotingstechnisch wat meer uitgaven plant, maar uiteindelijk positief eindigt. Dus ja, uw beeldvorming rondom de begroting vond ik niet juist, omdat je presteren pas opmaakt bij de jaarrekening. De heer Gelling. Ja, voorzitter, daar zou ik toch graag op willen reageren. Want als ik mij niet vergis uit mijn hoofd, is het zo dat de laatste twee
prestaties, dan laten we het zo noemen, beter zijn geweest dan de begroting. Dat onder andere te maken heeft met de voortdurende aantekening van de accountant bij de jaarrekeningen. Dat het met de voorspelbaarheid van de begroting bijzonder slecht gesteld is. Nou, dat is op zich al reden voor enige zorg. Het is nu wat merkwaardig als je al bij voorbaat begint met een begroting waarvan u dan kennelijk zegt, ja, wat moeten we ermee, hè? Het kan vriezen, het kan dooien en het kan ook heel anders komen. Dat maakt het wel heel lastig om hier in deze vergadering en in dit huis überhaupt nog ergens iets van te vinden. Want dan kunnen we altijd zeggen, ja, nou ja, misschien dat geld er nu niet is, maar het kan best wel weer goed komen. Ik denk niet dat dat past bij wat ik al zei, goed huisvaderschap en zorgvuldige beginselen van behoorlijk bestuur. Wat ons betreft in ieder geval moet je meerjarig zorgen voor een goed perspectief. En als dat meevalt, heb je geluk, dan kun je meer doen dan je dacht. En dan bent u van harte uitgenodigd voor de stationsomgeving wat ons betreft. Als u heel veel geld gaat overhouden, is dat best een overweging. Maar voorlopig lijkt het daar niet op. Wat ik overigens, als ik een wedervraag zou stellen, voorzitter, of ik moet wachten op mijn beurt. Wat mij namelijk wel interesseert, want we kunnen er wel wat geintjes over maken, maar is toch de gedachte of het ter zake een goed financiële huishouding hier inderdaad gerechtvaardigd is om gewoon meerjarig negatief te begroten. Dat vind ik wel een principiële vraag, want dan, wat blijft er dan over? Hè? Met name ook gezien uw vraag, want eigenlijk zegt u, we hebben hier wel een begroting liggen, maar het gaat om de plannen en we zien halverwege de rit wel waar we uitkomen. En ik vraag me af of dat zorgvuldig is. Ik zou graag van de andere fracties willen weten of het inderdaad, ook meneer Brink in het bijzonder, daadwerkelijk zo is dat het niet uitmaakt of je negatieve begroting, 5,5 miljoen volgend jaar negatief, of je daar maar gewoon overheen moet kijken en moet denken van, ach, weet je, dan doen we in ieder geval nog wat. Voorzitter, wil ik even op reageren, als dat mag. Ja, de heer Brink. Kijk, als je kijkt naar de begroting, voorzitter, in onze algemene reserve, dan is de algemene reserve volgens mij bedoeld om deels investeringen te doen, maar ook deels risico's op te vangen. Doorkijk je naar de algemene reserve naar 2023, laat zien dat wij een bedrag bereiken waarmee wij dus 1,4 keer al onze risico's kunnen opvangen. En dat maakt de structuur heel schuidend. En in overheidsland mag dat gewoon. Dus wij kunnen met die algemene reserve onze begroting structureel sluiten maken. En volgens mij is dat ook, voorzitter, waar onder andere ook een provincie naar kijkt. En waar we zelf ook naar zouden moeten kijken. Dus wat onze fractie betreft is dit prima. Maar voorzitter, mag ik daar toch één enige vraag? Want ik vind het echt wel een principieel punt. Want u zegt eigenlijk, dus los van de vraag of die reserve nou, daadwerkelijk er is, hè, want om te effectueren moet u geld lenen. Maar goed, dat is ook al 5 jaar iets wat hier niet heel erg goed landt. Maar u vindt dus werkelijk het gerechtvaardigd dat u in deze prognose voor de komende 4 jaar, naar de absolute ondergrens door u zelf gesteld, hè, 1,4 keer risico's die u geprognoseerd heeft, waarbij u dan in ieder geval over 4 jaar zegt, en ik herhaal uw woorden, dan mag je niet meer aan de reserve komen. Dus na die 4 jaar en het bereiken van de absolute ondergrens op het weerstandsvermogen bent u het in ieder geval wel met me eens dat je dan niet meer negatief mag presteren. Nou, voorzitter, nogmaals. Ik wil eigenlijk ook niet zoveel in herhaling vallen. Ik zie nu een algemene reserve die onze investeringen en onze risico's kan dragen. En mochten er in de loop van deze collegeperiode er aanleiding zijn om daar iets in bij te stellen, dan moeten we dat doen. Maar goed, wel op een verantwoorde wijze. En wat onze fractie betreft is het verantwoord. En daarmee wil ik de discussie ook wel sluiten. Nou ja, u wel. Maar ik heb nog één vraag voor, als het mag. Want mijn vraag was ook aan de coalitiepartners, denk ik, dat u in ieder geval dus uw belofte gestand houdt om, mocht het toch tegen te vallen, u in ieder geval niet de heffingen voor onze burgers en de onroerendheidsbelasting in het bijzonder gaat verhogen. Want er is immers ruimte genoeg in uw algemene reserves. Dat heeft u niet nodig. Voorlopig zie ik daartoe ook geen aanleiding. Maar een mooie discussie die ontspringt rondom ons spaarpotje. Het enige wat ik wil uitleggen is dat je, als je aan de wedstrijd begint en je staat op de finish, dat het resultaat pas bereikt is. Of aan de start, dat het resultaat pas bereikt is als je over de finish gaat. Voorzitter, ik ga verder, als het mag, naar de PvdA. Ja, akkoord. Gescheiden inzameling bij sport vinden wij een geweldig idee. Maar zouden graag zien dat eerst de publieke ruimte, wat al 2 jaar geleden aan de orde zou zijn, wordt gerealiseerd. Nou, veiligheid hebben we het net over gehad en daarbij is ons rondje klaar. Dank u wel. Mag ik daar even op reageren? Ja, als u goed geluisterd heeft, heb ik daar ook aan gerefereerd. Dat ook nog, dat het in de openbare ruimte, dat ook nog moet gebeuren. Dus daar wachten we ook nog op. Ja, nee, ik wou uw woorden nog even onderstrepen. Dus super.
akkoord. Anderen nog de behoefte om te reageren op inbreng die er geweest is? De heer Gelling? Ja, voorzitter, nog even voor duidelijkheid op de inbreng van meneer Stelpstein, nu ChristenUnie, of op de überhaupt de hele... U mag ook uw algemene rondje nu maken en daarin de reactie richting de heer Stelpstein doen. Dus los van, maar goed, laten we daar maar over ophouden, onze opmerkingen ter zake negatief presteren en weerstandsvermogen. Nog twee praktische vragen aan meneer Brenk of aan de fractie van de CDA of de fractie van de ChristenUnie ter zake de motie. Want wat ons wel verbaasde toen we die motie lazen, was dat die weliswaar recht deed aan de opmerking in de begroting dat u een therapie wilde ter voorkoming van vechtscheidingen. Maar ik heb toch duidelijk van de portefeuillehouder de vorige keer gehoord, op vragen onzijds, dat het zijn bedoeling in ieder geval was om scheidingen te voorkomen. Dus ik vroeg mij af of u het daar binnen de genoemde coalitie het ondertussen wel over eens bent. Los van het feit of wij de motie daarbij toejuichen. En twee was, als ik gelijk verder mag, voorzitter, kan meneer Brink er even over nadenken, op koers. Want ik weet nog tijdens de verkiezingsdebatten dat mevrouw Kelder aangaf dat alles ongeveer betaald zou kunnen worden. Gratis parkeren was het onderwerp in de discussie met meneer Beukelman, als ik niet vergis, doordat op koers ging snijden in alle derden die ingehuurd werden. Een groot bedrag. Nu hoorde ik net al wat argwaan ter zake het inhuren van derden. Maar bent u zover gekomen dat u het allemaal uitgesneden heeft? En gaan wij ook heel veel dingen bereiken die nu nog niet in de begroting staan, omdat u dat alsnog gaat doen? Goeie vraag, voorzitter, als mag. Wij zijn daar heel alert op. En daar blijven we ook. Maar we kunnen niet alles wegsnijden, hebben wij inmiddels begrepen. Dus we zullen daar met grote zorg naar kijken. Dat is een hele geruststelling, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dat was voor dit moment. Ja, ik zit nog even te wachten op het antwoord. Wellicht ter zake de motie die ik net stelde aan de beide fracties. Als ik voor de ChristenUnie mag spreken, dan zijn wij voor het voorkomen van scheidingen. Ja, absoluut. Ik weet niet of dat concreet genoeg of helder genoeg is. Ja, maar toch even, want dat is niet de inhoud van uw motie. Bent u daar nou over eens? Is nou de motie... Ik hoor meneer Brink net heel duidelijk zeggen in zijn dat hij niet wilde ingrijpen in de keuzeprofielen, dat moest iedereen zelf weten, maar wel in het voorkomen van de vechtscheiding op zich. En nu hoor ik u andere dingen zeggen. Bent u daar wel over eens of is het nog steeds... Het is vrijwillig, hè? Dat staat ook in de motie. Mevrouw Jolderswaar. Ja, de heer Brink heeft gevraagd of ik hem even wil toelichten op dat punt. De motie is daar eigenlijk heel helder over. Het gaat over scheidingsvragen. En scheidingsvragen kunnen op drie momenten zich voordoen. Aan de voorkant, tijdens... of scheidingsvragen, consequenties die het gevolg zijn van de scheiding. Dus alle drie vormen vallen in principe onder de motie. En de wethouder gaat natuurlijk over zijn eigen woorden. Akkoord, dank. Ja, voorzitter, ik vind toch de intentie wel een hele andere. Hè. Of je voorkomt, wat ik net dacht te begrijpen en ook lees in uw motie, dat je probeert om de schade voor kinderen te beperken als gevolg van een vechtscheiding. Maar dat is toch iets heel anders dan dat je ten principale tegen het instituut huwelijksontbinding bent. Want dan grijp je toch wel behoorlijk in de persoonlijke levenssfeer. En ik hoor meneer Brink net zeggen dat dat in ieder geval niet zijn ambitie. Nee, dat was heel duidelijk in de woorden van heer Brink. Het gaat helemaal hier niet over een morele keuze. Het gaat gewoon eigenlijk, zou je kunnen zeggen, op basis van wetenschappelijke evidentie. Van wanneer doen problemen voor het kind zich voor? En dat kunnen in die drie fasen kunnen die zich voordoen. En zo zie je ook dat dit soort instrumenten in verschillende gemeenten al worden toegepast. Dus het gaat uiteindelijk om het kind, waar het kind last van krijgt. En dat kan zich voordoen als scheidingsvragen aan de orde zijn, zo aan de voorkant, gedurende of als dat achteraf is en het kind last heeft, bijvoorbeeld van een vijfwegscheiding. Akkoord, dank u wel voor de toelichting. De heer Gelling, anders nog? Nee hoor, het is niet helemaal duidelijk, maar ik geloof dat het niet duidelijker gaat worden dan dit. Dus wij laten het erbij. Voorzitter, mag ik toch nog een kleine toevoeging doen? De heer Brink, doe nog een poging. Ik denk, en misschien kan ik daarmee enige duidelijkheid toch nog wat meer verschaffen. Want het gaat niet om de vraag of je wel of niet mag scheiden. Dat heb ik in mijn betoog ook aangegeven. Dat bepalen mensen zelf. Waar het ons om gaat, is dat kinderen die last hebben van vechtscheiding, dat die ergens terecht kunnen. En daarom is deze motie bedoeld om daar iets voor te creëren in de vorm van een pilot. Maar nogmaals, en ik refereer ook nogmaals, voorzitter, aan de woorden van meneer Rodemond. Het is absoluut niet de bedoeling van deze motie dat we achter de voordeur gaan regeren, want nogmaals, scheiden bepalen mensen zelf. Maar wij willen staan voor de zorgen die kunnen ontstaan op het moment dat kinderen te maken krijgen met een vechtscheiding. Zodat ouders in zo'n traject goed met elkaar om kunnen gaan en ook goed om kunnen gaan met het kind. En dat is volgens mij de essentie.
Akkoord. Voorzitter, voldoende mag ik even reageren toegelicht? Daarop? Ja, mijn naam viel en dan moet je reageren, heb ik het idee. Het hoeft niet, maar nee, voelt ja, wel dat, die dat behoefte voelt zo, constateren. Ja, die rode mond. Ja, ja, ja. Want het blijft toch een beetje hangen bij mij, ook al is de uitleg inmiddels duidelijk. U hoeft niet voor een derde keer uit te leggen, meneer Brenk, wat mij betreft. Tenzij u daar weer de behoefte toe voelt. U vraagt met de motie om hulp voor kinderen rondom scheidingsperikelen. En eigenlijk is mijn basisvraag daarbij ook, hebben wij al niet heel veel hulpverleners, ook binnen deze gemeentegrenzen, die die hulp prima kunnen verzorgen? En wat voegt nou deze hulp toe aan dat reeds bestaande aanbod? Ook als je gaat denken aan bemiddeling voor de ouders, begeleiding van de ouders, maar ook de begeleiding van de kinderen, et cetera. Er zijn echt heel, heel erg veel mensen daar al reeds mee bezig. En dus denk ik van ja, wat gaan we nu toevoegen aan dat reeds bestaande aanbod? En bovendien zou je ook nog kunnen veronderstellen dat kinderen niet alleen bij scheidingen in de knel zouden kunnen komen, maar door tal van andere oorzaken, waar we ook het een en ander voor zouden moeten organiseren. En zo blijf je een beetje bezig in mijn optiek. En ja, dan hangt er toch die zweem, ook omdat het gaat over relatiebemiddeling, et cetera, et cetera. We gaan toch echt in die woonkamer zitten als gemeente om met dat gezin te praten over hoe kunnen we het met elkaar het beste doen. Hoe groot is dan ook weer het probleem, et cetera. Dus het voelt toch een beetje schurend. Nee, het voelt behoorlijk schurend, kan ik zeggen. Akkoord. Mevrouw Joldersma nog weer. Ja, nog één keer een poging tot een toelichting om dat schuren dan bij u toch te kunnen wegnemen. Als je kijkt naar verschillende. Er is trouwens landelijk is er ook een rapport over gekomen. Hè. Dat gaat ook over scheidingen door een commissie Rouwvoet, dat wat voor de regering nog van een advies moet worden voorzien. Het gaat om een integraal aanbod. Op sommige punten hebben we in onze gemeente inderdaad al bijvoorbeeld de CAN. Die helpt kinderen bij scheidingsproblematiek. Maar als je met elke hulpverlener praat, ze zullen allemaal zeggen, en dat heeft niks te maken met of je nou voor of tegen scheiden bent, zullen allemaal zeggen, wij zien heel veel kinderen die in de problemen komen doordat het met die scheiding misloopt. Dat is voor een kind een heel ingrijpende situatie. Soms gaat het heel goed, en wordt het prima allemaal geregeld. En soms gaat dat gewoon niet goed. En wat je wil, is dat je die situatie kan verbeteren. Dat kun je soms niet met een paar gesprekken doen. Soms zijn die verhoudingen zo verstoord dat daar professionele, soms specialistische hulp bij nodig is. En dat is wat in deze motie wordt aangegeven. Zeker niet dure hulp als het niet nodig is. Maar als het wel nodig is, probeer nou snel in te grijpen bij scheidingsvragen. En dan zul je kunnen voorkomen dat heel veel van die kinderen later uitvallen. Dat ze persoonlijkheidsproblemen ontwikkelen of andere psychische problematiek. En zo ben je heel preventief bezig. Akkoord. Mevrouw Joldersma, dank voor uw toelichting. Wederom dat u probeert om mij iets duidelijk te maken wat bij mij al duidelijk was. U zei al, de kinderen zien al hulpverleners en andersom, de hulpverleners zien de kinderen al. U voegt dus blijkbaar een relatiebemiddeling toe om de relatie in dat gezin wat beter gestalte te krijgen rondom de vraagstukken. Tenminste, dan interpreteer ik dat maar zo. En dan, als het anders is, blijft nog steeds mijn schurende gevoel overeind en kan ik echt niet uw plannen steunen. Stel voor. Nou, als ik nog één keer het woord mag zeggen, u kunt het interpreteren als relatietherapie, u kunt het ook gewoon als gezinstherapie interpreteren. Er wordt met een gezin aan de gang gegaan. En soms betekent dat professionele hulp. En als je die niet kunt bieden, dan moet het soms zo'n gezin maar voort en heeft het slechte invloed op de kinderen en hun toekomst. Voorzitter, mag ik een praktische vraag stellen? Ja. Ik heb het budget niet helemaal helder. Er staat niet in de motie. Hoeveel geld is daarvoor gereserveerd? Want ik lees psychiaters, notarissen, dat. Dat gaat snel in het papier lopen. Is daar budget voor? Nou, voorzitter, mag ik daarop reageren? We willen een bijdrage aan het college eigenlijk om te kijken of het kan in het bestaande aanbod en of het daarin te organiseren valt. En daarmee lijkt ons aanvullend budget nu toe te wijzen niet voldoende. Blijkt nou uit de motie naar de uitvoering dat het budget niet voldoende is, dan nemen we aan dat het gewoon terugkomt naar de raad. Maar misschien kan de potvuilhouder daar ook even op reageren. Akkoord. Zullen we hiermee het thema afronden voor dit moment? Voorzitter. Ja? Heer Kloekhorst, over dit thema nog? Ja, graag nog even. Oké, dan gaan we nog even door. Nee, ik wil de discussie niet herhalen. Maar ondanks alle toelichtingen en de verzekering dat men niet achter de voordeur wil regeren, overheerst toch bij ons het gevoel dat we via de achterdeur binnenkomen.
Vandaar dat Op Koers nu nog niet de vrijheid kan vinden om dit te ondersteunen. Akkoord. Dan is daarbij uw standpunt duidelijk. GroenLinks, de heer Boshoven. Ja, voorzitter, even een ander punt. Ik zou graag even terugkomen op een vraag die aan het begin gesteld werd door de heer Brenk. Ik heb mijn woorden even teruggelezen en ik realiseer me dat mijn woorden op verschillende manieren te interpreteren waren. GroenLinks is niet zo voor woorden die op verschillende manieren te interpreteren vallen. Niks afdoen aan de discussie die hiervoor was, maar het was een wens van succes aan de wethouder die de duurzaamheidsportefeuille tijdelijk waarneemt en een beterschapswens aan de wethouder. Lijkt me helemaal helder, voorzitter. Ja, akkoord. We vervolgen ons rondje voor zover daar nog behoefte aan is. De Partij van de Arbeid, hier jongens. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben een vraag aan Op Koers.nu. We snappen de weerstand tegen commerciële windparken. En u wilt daar graag groepen aan verbinden. Ja, en ik was eigenlijk wel benieuwd hoe u dat voor zich ziet. Want het zijn nogal forse investeringen. Ik denk niet dat het helemaal op te brengen is door enthousiaste mensen. Dus waar houdt commercie op en waar is er voldoende, wanneer is er voldoende draagvlak? Ja, voorzitter, niet om mijn voorzitter uit de wind te houden. Maar ik denk dat u onze woorden helemaal niet goed begrijpt. Wij roepen op om geen tweespalt te creëren. Dus vooraf onder de regie van de gemeente, met de initiatiefnemers en de bevolking in gesprek te gaan en daar proberen draagkracht te vinden, misschien door participatie, maar in elk geval niet als gemeente zeggen van dit is een initiatief, deze mensen willen die bouwen en de bevolking kan alleen maar protesteren. Wij willen een stap eerder daarbij zijn en de regie voeren en op die manier voorkomen dat dorpen in Groningen, ziet men het al, uit twee kampen gaan bestaan en dat niet alleen de windenergie mislukt, maar eigenlijk het hele leefmilieu wegwaait. Helder. Akkoord, dat was het. Andere nog, de heer Gelling. Ja, voorzitter, mag ik nog één algemene vraag stellen ter zake eerder discussies, waar we ook de vorige leven over hebben gehad, want ik dacht net te begrijpen, toen de Partij van de Arbeid een motie wilde indienen, dat daarvoor vanuit de ChristenUnie de opmerking kwam, daar is geen dekking voor, dus dan moet je maar zorgen, het is of de twee O's en anders niet. En dan ben ik toch weer benieuwd, waarom dan voor de motie van net, hè, voor de echtscheiding, waar ook geen dekking voor is en geen budget, waarom dat dan wel weer er doorheen rolt? Voorzitter, het is soms... De heer Gelling verdraait de situatie, om het gewoon even plat te zeggen. Ik heb aangegeven dat wij graag het plan zien en dat we dan direct het geld kunnen beschikbaar stellen. Dat heeft niks met dekking te maken of wat dan ook. Zoals ik naar de motie kijk, even heel eenvoudig, dan zie ik dat daar al een opmerking wordt gemaakt over de begroting. Dus hij is al gedekt door de begroting. Andere thema's, onderwerpen die nog aan bod moeten komen. De heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. De heer Boshoven die begint hier over de fietsmobiliteit. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. We krijgen hier straks een heleboel mensen op de fiets naar Hardenberg. Maar we laten we die. Hebben wij een goede fietsinstalling? Nee. Ik denk dat er ook aandacht aan besteed moet worden. Akkoord. Of wenst de heer Boshoven nog te reageren? Nou, het lijkt me vanzelfsprekend. Prima. Is nog behoefte? Ja, de heer Schuurman, verder nog. Nou, het valt me dan op dat u daar niet meteen de opmerking bij plaatst. Ik bedoel, we hebben het hier over parkeerplaatsen. Dan heb je het over auto's, heb je het over fietsers. Dan zul je daar ook een parkeerplaats moeten. En tegenwoordig de e-bike, hoe denkt u daarover? Voorzitter. Ja, voorzitter. De heer Boshoven, dan kom ik bij u. Voorzitter, als ik in mijn bijdrage alles zou willen noemen wat ik idealiter zou willen noemen, dan spreek ik daar een uur. Ik moet ook keuzes maken en het lijkt mij vanzelfsprekend dat als we het over de fiets hebben in mobiliteit, dat daar ook parkeerplekken voor de fiets bij horen.
Aanvulling, de heer Jonkhans. Ja, ik kan me herinneren dat in de oriënterende ronde hebben wij dat punt ook aangeroerd. En wij hebben daar ook aangegeven dat we zeer blij zijn dat nu eindelijk de fiets een volwaardige plek krijgt in het hele mobiliteitsbeleid. En dat is absoluut inclusief parkeervoorzieningen. Prima, akkoord. Anders nog, heer Schuurman? Niet? De heer Rodemond? Voorzitter, dank u wel. Ik wil even reageren op de inbreng van Op Koers.nu aangaande de windenergie. Er klonk een nogal negatieve duiding ten aanzien van de lobby die eraan komt, ten aanzien van de windenergie die sterker zou zijn dan de lobby voor zonne-energie. Nu ken ik beide niet per se, maar dat geloof ik graag. Maar goed, mijn opmerking leidt ertoe dat ik mijzelf afvraag hoe Op Koers.nu denkt de energiedoelstellingen te gaan behalen. Als je ziet dat we nu eigenlijk al achterlopen, ook in achtneming van de 5 windmolens die in ons gebied worden gerealiseerd vlakbij Dedemsvaart. Dan zou je toch wel met behoorlijke initiatieven moeten komen om het een en ander te realiseren. Dus is mijn vraag ook aan Op Koers.nu, heeft u een alternatief? En als het gaat over zonne-energie en u vreest een splijtswam in deze samenleving, dan is dat er ook eentje, omdat we behoorlijke discussies hebben, niet alleen over de windmolens, maar ook over zonnevelden, om er wat te noemen. Dus zijn daarmee dan de doelen voor 2030, 30% duurzame energieopwekking, nog wel haalbaar in jullie ogen? De heer Kloekhorst. Nou, 2030 haalbaar. Ik denk dat ik mijn heel goed gezelschap begeef als ik zeg van, dat weet ik niet zeker. Wat de vastberadenheid betreft verwijs ik alleen naar Den Haag. Wij zijn het allemaal wel eens, het moet gebeuren, maar wie gaat de rekening betalen? Daar komt bij, wij zweren windenergie niet helemaal af, maar ik heb net het voorbeeld gegeven. Daar waar het gedragen wordt door de bevolking, geen probleem. Maar daar waar de commercie, de grote energiemaatschappijen, lachend met de buit verdwijnen, daar zeggen wij, dat hoeft niet. En als derde punt, wij prijzen ons in de gelukkige omstandigheid dat wij als lokale partij ons de wet niet voor laten schrijven door Den Haag. Wij luisteren liever naar onze eigen bevolking. Akkoord. Voorzitter, dit impliceert dat ik mij de wet laat voorschrijven door Den Haag. Ik kan de heer Kloekhorst in ieder geval uit die droom helpen. Ook wij luisteren gewoon lokaal naar de behoeften van onze inwoners. Echter kijken we wat verder dan het hier en nu wat dat betreft. En kijken we ook naar de wat verdere toekomst, dus 2030 en verder. Om te zien of er ook draagvlak is voor een wereld met nog steeds fossiele energie. En die lijkt in ieder geval bij de jeugd aanzienlijk minder te zijn. Dus wat dat betreft zou ik u graag die handreiking willen doen. Luister ook eens een keer naar die kant van het verhaal. Wat betreft mijn vraag over de alternatieven hoor ik nog niet heel erg veel. Terwijl ik wel uw fractievoorzitter heb gehoord toen ze zei, wij zijn tegen windenergie. Dus ja, dat leek me niet echt heel erg veel Grieks daarbij. Maar goed, als dat enigszins teruggenomen wordt, dat stemt de burger alweer wat meer tevreden. Ik hoor de heer Kloekhorst. Nou, ons alternatief, dat ligt ook heel duidelijk bij de zonne-energie. Alleen, daar hebben we wel een enorme hobbel te nemen. De motie van de CDA en de ChristenUnie over geen zonnevelden op landbouwgronden. Ja, die zit ons nog steeds zeer hoog. Voorzitter. Mag ik daarop reageren? Ja, de heer Brink. Volgens mij is er geen motie dat wij tegen zonnevelden zijn. Het gaat alleen dat wij terughoudend zijn over zonnevelden. Die ken ik wel. De motie die meneer Kloekhorst nu schetst, die is mij niet bekend. Heer Kloekhorst. Nou, ik heb een aantal antwoorden gezien van mensen die een aanvraag indienen voor een zonnepark. En dan krijgt men een antwoord van, dit is op zich wel gunstig, dat is op zich wel gunstig, dat niet. Maar CDA en ChristenUnie zijn tegen zonneparken op landbouwgronden. Voorzitter. De heer Brink. En nogmaals, wij zijn terughoudend. En volgens mij is het zo, dan kijk ik even naar het college, die kunnen ze daar straks op reageren, dat wij over niet al te lange tijd een voorstel hier in de raad krijgen
over dit soort initiatieven. En op basis daarvan maken wij een afweging. Ook met de kaders die het college ons meegeeft. Dus, en nogmaals, en dan wil ik u echt met klem even op het hart drukken. De motie die u benoemt over dat wij daar tegen zouden zijn. Die motie is in deze raadzaal niet ingediend. Wel dat we terughoudend zijn. En dat vind ik een behoorlijke duidelijke of een andere duiding, voorzitter. Nou, dan is het misschien goed dat dat ook bij de ambtelijke organisatie duidelijk wordt. Want dan kan het zijn dat initiatieven die nu ons niet eens bereiken, dan wel hier ter tafel komen. Nou, voorzitter, dan zou meneer Kloekos eens een keer met een rijking initiatieven moeten komen. Want nogmaals, ik hoor geluiden waar ik onze fractie en volgens mij de fractie van de ChristenUnie ook niet in herkennen. Daar wil ik het wel even bij laten. De heer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik meen dat ik in mijn bijdrage ook heb aangegeven dat wij heel graag met beleid rondom zonnevelden aan de slag willen gaan. We zouden het liefst zoveel mogelijk het dak benutten. Maar ik kan me ook situaties voorstellen waarbij we gronden benutten voor zonne-energie. Dus ja, het beeld wat u schetst herken ik ook niet. Ik weet wel, tenminste ik zie wel eens in de weekberichten dat er wel eens aanvragen zijn geweest over zonnevelden. En wat ermee gebeurd is, dat weet ik ook niet. Dus wij kijken erg uit naar die notitie. Akkoord. Ik kijk even rond of er in de tweede termijn nog behoefte is aan meer reacties. En anders zou ik willen voorstellen om kort te schorsen. Even een kop koffie te halen en dan in de derde termijn het college de ruimte geven. 5 minuten voldoende of 10? 10 minuten, want het college... 10 minuten. We schorsen de vergadering voor 10 minuten en dan gaan we beginnen aan de derde termijn. Dank u wel voor uw inbreng tot nu toe. Beste mensen, mag ik u verzoeken om uw plekken in te nemen? Dan vangen wij de vergadering opnieuw aan. Dames en heren, ik heropen de begrotingsvergadering van dinsdag 6 november 2018... We hebben een eerste en een tweede termijn gehad van de behandeling van de stukken. En we zijn toe aan de derde termijn van de behandeling van de begroting 2019 en de meerjarenbegroting. En het woord zou ik willen geven aan het college om te reageren op een beperkt aantal vragen en opmerkingen die er zijn geweest. Er ligt 1 motie op dit moment over de scheidingsvragen en relatietherapie. Maar in volgorde even de heer Breukelman. Als eerste het woord om reactie te geven vanuit zijn portefeuille. Dank u wel, voorzitter. Geen vragen voor mij, voor de portefeuille die ik hier vertegenwoordig. Wel een aantal opmerkingen gemaakt. Op een aantal punten even kort reageren. Heel kort hou ik het. Als het gaat om de begroting, de opzet van de begroting, is inmiddels een datum gepland voor de discussie rondom de PNC-cyclus. Daarin 3 thema's aan de orde komen, namelijk gewoon de opzet van het stuk. Welke instrumenten heeft u nodig? Bestuursrapportages, begrotingen, perspectiefnota, dat soort zaken. En ten derde komt daar aan de orde, wat heeft u nou als raad nodig voor uw controlerende taak? Dat zijn 3 thema's die daar aan de orde komen. Verder over de begroting is in uw raad stilgestaan over de systematiek, ook rondom de algemene reserve. Ik denk dat we daar vorige keer voldoende discussie over hebben gehad. De standpunten daarover helder gemaakt over het structurele gedeelte, incidentele gedeelte en de onttrekkingen aan de algemene reserve en de resultaten daarvan. Tot slot ging uw discussie nog over het zonneparken, zonne-initiatieven. Misschien goed om daarover te melden. Het volgende is er gebeurd. In 2017 is er een raadsbesluit geweest over de duurzaamheidsdoelstellingen. Daarin heeft u als raad aangegeven dat u zelf... een go, no-go wilt geven op de principeverzoeken die bij ons als gemeente ingediend worden. We hebben daarom gemeend al die principeverzoeken te moeten bundelen. Volgens mij zijn het er op dit moment 17 of 18 initiatieven op dat thema. En in de oriënterende ronde van 20 november komen we met dat stuk naar u toe. 4 december in de besluitraad als u dat op 20 november besluit. Wat we daar gedaan hebben is 3 kopjes maken... Waarvan 1, waarvan wij denken, nou ja, daar zouden we in principe en onder voorwaarden medewerking aan willen verlenen. 2, een categorie waar we denken dat dat niet verstandig is. En een derde categorie waar we nog niet helemaal over uit zijn. En het is volgens mij aan uw raad om in de oriënterende ronde een richting aan te geven of te bepalen of de richting die het college voorstelt ook de juiste is. De heer Rodemond. Kleine verhelderende vraag daarover. Ten aanzien van die duurzaamheidsprojecten dan.
Kan er ook aangegeven worden hoe deze projecten zich verhouden tot de doelstellingen, bijvoorbeeld in percentages of kilowattuur of wat dan ook. Maar dat we een beetje inzicht hebben waar we ook ja of nee tegen zeggen wat betreft die doelstelling. Voorzitter, dat maakt onderdeel uit van de raadsvoorstel dat daarin toekomt. Akkoord. Voldoende. Dat is voldoende. Dan kijk ik naar de heer Ter Rietstap. Vanuit zijn portefeuille reactie te geven op een paar zaken die hier nog liggen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag gekregen over de zondag. Die ging over waarom één zondag in Hardenberg. Daar kan ik vrij duidelijk op zijn. Van daar hebben we, hè, dat is binnen ons mandaat, konden we die besluiten nemen. Dat hebben we in overleg gedaan. In dit geval ook met Centrum Management van Hardenberg. En de tweede vraag ging over de kleine kern, of die in een nieuwe besluit. Nou, ik heb ook aangekondigd dat ik eind dit jaar, begin volgend jaar met een raadsvoorstel wil komen. Waarin ik, hè, we zijn nog bezig met een evaluatie die aan het uitzetten zijn. Dan wil ik eigenlijk met een integraal voorstel komen. En dan wil ik niet te veel vooruitlopen op bepaalde uitgangspunten. Waarbij ik wel kan zeggen dat het gelijke speelveld een van de grote zaken is waar we nader naar willen kijken. En het tweede is, en dat is niet direct een vraag, maar dat is de ingediende motie. Mijn eerste reactie, de eerste reactie van het college was, die is in principe overbodig. Omdat we natuurlijk al te maken, dat we het feitelijk hebben aangekondigd in de begroting, dat we ermee aan de slag gaan. Anderzijds horen we een discussie zoals die nu plaatsvindt. Zeg ik ook van, nou ja, dit geeft meer duiding zoals de raad er eigenlijk naar kijkt. En als dit de invulling is zoals de raad naar kijkt, zou ik ook zeggen, dat is wat mij betreft ook het oordeel van de raad, zeg maar, om hem wel of niet aan te nemen. En waarbij ik dan zou willen opmerken, op het moment dat zo'n pilot gedraaid wordt, dat wij graag terugkomen met de resultaten van zo'n pilot, of hoe je er definitief mee om zou moeten gaan. Voorzitter, mag ik er één vraagje over stellen? Gelling. We hadden net een discussie over het budget en hij staat inderdaad in de begroting, maar heeft u daar geld voor gereserveerd? En zo ja, hoeveel budget is er dan voor? Nou, wat ik kijk, het is een vorm van preventiebeleid. Dus vanuit bestaande budgetten zul je moeten duiden. Ik denk dat we het hier over een pilot hebben. En daarom geef ik ook aan, dat zou ik wel, als we zo'n pilot hebben gedraaid en met elkaar en we willen dat echt definitief gaan aanbieden, moeten we ook kijken van, willen we dit ook als echt als preventiebeleid en middel willen gaan inzetten met de daarvoor bijbehorende middelen. Dus daar zou ik dan op dat moment ook bij terug willen komen. Voorzitter. Akkoord. Wacht even, dan begrijp ik. Dus dat er geen budget voor deze motie is, hoef ik mijn vraag niet weer te herhalen. Waarom de PvdA dan wel dekking moest hebben, dan is het voor mij wel duidelijk dat die dekking hier ontbreekt. Dus voor de pilot in ieder geval. Ik heb aangegeven dat de pilot gedraaid wordt vanuit de budgetten van jeugd. Hè, dat je hem ook vanuit het preventiebeleid inzet. Dus we zetten daar die middelen voor in. En ik kom bij u terug of u daar definitieve invulling aan wil geven. Dan hebben we ook meer inzicht in die kosten. Klopt. Heer Rodemond. Ja, ten aanzien van die pilot mis ik nog eventjes, en dat heb ik gevraagd in de discussie rondom deze problematiek, wat de aanvulling is op het reeds bestaande aanbod wat betreft de hulpverlening ten aanzien van zowel gezin als jeugd. Want die mis ik eventjes, en ook al betreft het dan een pilot, dan zou je nog kunnen zeggen, ja, omdat het een pilot is, gaan we dat juist aantonen of er al dan niet een toevoeging is. Maar liever zouden we zien dat we dat eventjes aan de voorkant proberen af te hechten. De aanvulling zoals ik hem lees, hè, goed, het is de motie, zeg maar, die vanuit de raad wordt ingediend. De aanvulling die ik erin zie is iets wat we nu nog niet doen, is om met bepaalde instanties, hè, de jeugdverleners, de psychiaters worden hierin genoemd, nou, dat we met die categorie in gesprek gaan, dat we samen met de notarissen zijn ook ergens eens een keer, hè, waar op, in het geval van scheiding waar je terechtkomt, om dan eens te kijken wat speelt er en kunnen wij daar iets van beleid op gaan inrichten, zodat je dat vorm geeft waardoor je dat soepeler kunt lopen. Dat in die vorm voeren wij die gesprekken nog niet. En dat, zo zie ik dan de aanvulling, zeg maar, of feitelijk een invulling van wat er nu is aangekondigd, ook in de begroting. Voorzitter, mag ik nog één aanvulling opmaken? Ja, ik kijk eerst nog even naar de heer Rodemond. Ja, met het gevaar dat mij voor het verweten dat ik het gewoon niet wil begrijpen. Dan toch maar eventjes, er is een aanbod, ook in deze gemeente, door professionele hulpverleners, psychiaters, andere jeugdhulpverleners, maar ook mediation, relatietherapeuten, et cetera. Dat aanbod is er. Wat gaan wij als gemeente daaraan toevoegen? Of gaan we dat gewoon naar ons toe halen? Is dat gewoon datgene wat er beoogd wordt nu? Ja, je kunt een hele. Het risico is nu dat ik heel erg lang over de definitie van relatietherapie ingaat, met therapeuten en dergelijke. Daarvan zeg ik,
dat aanbod is er niet. Hè. Tot een jaar geleden werd het ook gefinancierd vanuit de zorgverzekeraars. Dus dat specifieke aanbod is er niet. Daarbij zeg ik wel dat het samen doen team, zoals we in de samenleving goed vertegenwoordigd proberen te zijn en welke dingen met elkaar signaleren, dat het wel degelijk voorkomt dat we constateren dat er sprake is van spanningen of iets dergelijks. Hè. Als er bijvoorbeeld vanuit de scholen de samendoenteams worden benaderd van, hey, er speelt iets rond een kind en wilt u daar eens gaan kijken? En dan komen we uit gesprekken en het blijkt dat. Dan komt bijvoorbeeld bij het maatschappelijk werk waar mensen in gesprek komen, dan komen dit soort dingen wel aan de orde. Maar als je van daaruit nog echt een slag verder gaat maken van, hey, de problemen zitten in die zin dieper en dan zou je echt vanuit met een therapeut mee aan de slag moeten. Ja, dat aanbod, dat doen wij nu niet. Maar wij voeren wel degelijk de gesprekken op het moment dat wij iets waarnemen op dit moment. Goed, voldoende voor dit moment. Dat was het volgens mij, hè, vanuit uw portefeuille. Ja. Mevrouw Luijten. Volgens mij gaat dat nog over vragen over de BOH en het vervolg. Voorzitter, dank u wel. Inderdaad, vorige week zijn er een aantal vragen gesteld over de organisatie en een aantal daarvan kwamen vanavond weer terug. Vorige week heb ik u beloofd dat we u op korte termijn zullen bijpraten over de plannen met de organisatie en de ideeën daarover. U heeft vandaag gevraagd of dat voor het eind van het jaar zou kunnen en dat zeg ik graag toe. Het is inderdaad een spannende tijd. Er wordt hard gewerkt aan de ontvlechting, maar er wordt ook hard gewerkt aan de tijd na 1 januari. En zoals ik u vorige week ook al zei, natuurlijk heeft de raad het recht om te vinden wat ze willen van die organisatie. Ik zou niet durven om u daar in te beperken, maar buiten dat, de organisatie is natuurlijk ook uiteindelijk het instrument waarmee uw raad niet alleen het beleid vaststelt, maar waarmee het ook moet worden uitgevoerd. Dus wat mij betreft is er alle reden om u ook aan het begin daarvan mee te nemen. We zijn er al een tijdje mee bezig, dus dat begin gaat niet meer helemaal lukken. Voordat we op 1 januari echt grote stappen zetten, willen we u graag niet alleen informeren, maar ook dat gesprek met u daarover aangaan. En ik hoop, om even in de woorden ook van meneer Stelpstra te blijven, zien we de Raad heel graag als een partner juist in dat pad. Voorzitter, ik geloof dat daarmee de vragen beantwoord zijn. Akkoord. Ook geen reactie op dit moment. Dan blijft voor mijn portefeuille nog over het thema veiligheid, waar onder andere het CDA, ChristenUnie en de Partij van de Arbeid naar gevraagd hebben. Waarbij u ook heeft gezegd van, nou, mogelijk ook nog een motie om met financiële steun te komen. Dat gaat dan met name over de jeugdproblematiek, gerelateerd aan de onrust, zeg maar, die deze zomer is geweest. Maar ook het bezoek wat u heeft gebracht aan de politie met de gemeenteraad. Ik denk dat het goed is, op dit moment zou ik u willen adviseren. Er lopen allerlei staande zaken waar het hier vooral over gaat. Een eventueel plan van aanpak wat gemaakt moet worden is om veel meer naar die voorkant toe te gaan in die veiligheidsketen, zeg maar. Hè. Preventie en proactie eigenlijk. En dat ook voor de langere termijn, zeg maar, niet nu acuut wat doen, maar veel meer kijken van wat is er op langere termijn nodig. Ik dacht ook dat de ChristenUnie ook iets had over veiligheid, dat is ook iets niet alleen van de overheid, maar ook van de samenleving zelf, van de mensen zelf, de ouders hebben daar een rol in. Ik denk dat het goed is om eind november met uw gemeenteraad te kijken van, ja, wat ligt er nu, hoe groot is het vraagstuk wat we bespreken. Daar kunnen de jongerenwerkers, de stuw en de politie iets over zeggen en dat we dan ook gaan verkennen en wat is er dan nodig om dat te doen. En vervolgens dan ook de vraag aan de orde te hebben en hoeveel geld zou dat moeten kosten en kan dat uit bestaande budgetten komen of moet daar toch extra geld voorbij komen. Dus ik ben blij met uw oproep en steun eigenlijk die zegt van, nou, we geven nu wel alvast een signaal af dat we bereid zijn om daarna te kijken, althans een deel van de raad hoor ik dat zeggen. Maar ik zou het nu inderdaad nog te vroeg vinden om op voorhand dat al te doen. Laten we eerst gaan inventariseren met elkaar van wat is het vraagstuk nu, hoe groot is het en wat is er nodig. En dan het college ook vervolgens met voorstellen in uw richting gaat komen die ook heel concreet zijn. Nou, dat ten aanzien van veiligheid. Ik hoorde de heer Jonkhans nog een opmerking maken, nog even weer aanvullend over de Duitsland-agenda, zeg maar. Er gebeuren allerlei zaken, dat doen we nu nog
naar het bestaande beleid vanuit de verschillende terreinen. Toerisme, economie kan dat zijn. Dat gebeurt door de medewerkers die daar ook andere zaken in doen. Ik vind de gedachte met u interessant om te kijken van, nou, zouden we dat wat kunnen bundelen tot een soort Duitslandstrategie van de gemeente Hardenberg. Nou, we hebben op dit moment daar de capaciteit niet voor. Maar ook even denkend aan wat er op ons afkomt na 1 januari. Beschikbare capaciteit. Of wellicht een hele mooie opdracht voor een aantal studenten. Om eens te kijken van, zouden we daar wat meer handen en voeten aan kunnen geven. Wat verbindingen in aanbrengen. Zodat we ook die blik vol op het oosten gericht hebben. Dus dat is wat mij betreft een toezegging van mijn kant. En daarmee zijn mijn thema's die in mijn portefeuille zeg maar, aan de orde waren. Daar heb ik een reactie op gegeven. Voorzitter, ik had ook nog een vraag gesteld over de ondermijning. Via criminele weldoeners in het sociaal domein. Ja. Of het college daarvan op de hoogte is en of men alert is op signalen uit de regio. Ja, zeker. Het is een nadrukkelijk thema wat op de verschillende tafels ligt. Zowel in de portefeuille van de wethouder WMO, zeg maar. Maar ook in mijn portefeuille rondom veiligheid. En daar wordt ook op geacteerd, ook nu al. In voorkomende gevallen, zeg maar, daar waar dat aan de hand is. En ook in onze gemeente speelt dat zeer nadrukkelijk. Dat zeg ik u ook al, kan ik u bij deze wel melden. Daar word ik in opgetreden. Het is ook een lastig fenomeen, omdat er ook een zekere afhankelijkheid is van mensen naar die bepaalde personen toe. En dan heb je als overheid daar ook een andere rol in te vervullen, die niet altijd in dank wordt afgenomen. Maar we zijn daar volop mee bezig. En het komt ook nog eens een keer weer terug. En dat heb ik ook in de oriënterende ronde gezegd. En we zijn op dit moment ook bezig om die ondermijningsbeelden ook voor de gemeente Hardenberg zeg maar, in kaart te brengen. Dus daar komt hij ook nog wel weer terug. Maar we zijn ons, we weten het, het speelt ook hier en er wordt ook op geacteerd. Voorzitter. Tot zover. Nog even voor de helderheid hoor, want ik was ondertussen aan het schrijven. Dus ik denk, ik ga het u toch nog even vragen. Met het oog op de zorgen die er zijn door jeugdigen. Hè? De politie en het jongerenwerk hebben dat gesignaleerd en ons daarover geïnformeerd. Ik hoorde u zeggen van, nou, we wachten de bijeenkomst af. De signalen die gedeeld gaan worden. En vervolgens komt het college met een voorstel naar de raad terug. Zo heb ik het goed begrepen, toch? Ja. En de bijeenkomst wordt nu voorbereid, zeg maar. Dus die informatie die wordt ook allemaal verzameld door de betrokken partijen. Dat is ook mooi dat die externe partijen dat doen. Daar zijn ook de vindplaatsen. Zij kennen die vindplaatsen, zeg maar. Hè. En volgens mij moet dat uw raad een mooi beeld geven. Maar ook het college een beeld geven. Want wij hebben die informatie op dit moment ook niet. En dan eens kijken van hoe gaan we dat een vervolg geven. En dan is het wel gebruikelijk dat het college vanuit haar positie met een voorstel in de richting van uw raad komt. En wat mij betreft is dat ook vooral een integrale aanpak. Hè? Dat zei ik in het begin ook al. Want veiligheid, politie is vooral repressie. Maar dan ben je eigenlijk feitelijk al te laat. Dus dan ben je echt symptoombestrijding aan het doen. Maar we moeten vooral, in mijn oordeel, naar die voorkant toe komen met elkaar. Nou, dat is ook zoals wij het begrepen hebben bij de raadsexcursie. Dat heel belangrijk is dat het op alle facetten speelt. Ja, akkoord. Volgens mij zijn we daarmee aan het einde gekomen van de derde termijn. De beantwoording van het college op de vragen, opmerkingen. En er ligt dus 1 motie op dit moment. Ik zou naar de vierde termijn willen gaan met u. Waarin de raad debatteert, voor zover dat nodig is, over mogelijke wijzigingen. En ik zou het willen beperken eigenlijk tot de motie die er ligt. Is daar behoefte aan om daar nog het woord over te voeren? Want er ligt 1 motie. Nee. Ik kijk even rond. Daar is niet de behoefte aan, constateer ik. Nee. Ik zie breed instemming daarmee. Ja, en dat betekent dat we heel snel door kunnen naar de vijfde termijn. En dat is de termijn waarin we de stemmingen en de stemverklaringen doen. En we hebben afgesproken dat we dat wel weer even uit elkaar halen. En dat we dat per onderwerp, per agendapunt doen. Waarbij er eerst over het amendement wordt gesproken. Nee, sorry, want dat is er niet. Eerst over de begroting, over de stukken. En dan ligt de motie nog voor. Ja. Dan doen we het helemaal goed. Allereerst... Voorzitter, mag ik 1 korte vraag voor het fout gaat. Dan gaat het eerst over de bestuursrapportage stemmen of is dat niet meer nodig? Ja. Dat klopt. We gaan nu inderdaad per agendapunt afhandelen.
En daarna komt de motie, wordt in stemming. Allereerst inderdaad agenda punt 6, want dat ligt daar nog. De tweede bestuursrapportage, Hardenberg 2018. Is er behoefte aan een stemverklaring? Kunt u instemmen met de bestuursrapportage 2018 zoals die ervoor ligt? Dat is het geval. Dank u wel. Agenda punt 7, de nota grondexploitatie 2019. Stemverklaring niet het geval. Ja, voorzitter, wij wel graag. Ja. Niet met zoveel woorden gezegd net tijdens de algemene behandeling, maar wij willen ook hier graag de handen vrijhouden ter zake alle deelgebieden van de grondexploitatie. Dus zal de VVD ook daar geen instemming aan verlenen. Akkoord, dank u wel. Kan ik dan concluderen dat u kunt instemmen met nota grondexploitatie? Dat is het geval. Alle aanwezig hier. Akkoord. Voorzitter, ik probeer met mijn stemverklaring net aan te geven dat wij niet gingen instemmen daarmee. Ja, sorry, met uitzondering van de fractie van de VVD. Ah, nee, maar dan is het helemaal akkoord. Dank ik zag vanuit mijn linkerhoek dat de griffier dat al genoteerd had. Dat u geacht werd tegen te stemmen. En de overige fracties stemmen voor aanneming van de nota grondexploitatie. Duidelijk, al dus besloten. Nogmaals. Agenda punt 8. De begroting 2019 Hardenberg. Daarvoor kijk ik ook nog even rond. Behoefte aan een stemverklaring. De heer Rodemond. Voorzitter, ik heb de behoefte aan een stemverklaring. Ik zal het beperkt houden, maar toch om het goed te duiden zijn we behoorlijk tegen de plannen voor bemiddeling rondom echtscheiding. Dat heb ik volgens mij ook wel redelijk duidelijk gemaakt. Ook in mijn inbreng heb ik volgens mij duidelijk gezegd dat wat ons betreft de invulling nogal wat mager is, maar dat dat ons ruimte gaf. Maar als ik dan kijk naar de toekomstbeelden en vooral de plannen die in 2019 gestalte krijgen, stemt ons dat zo hoopvol dat wij daarom voorstemmen. Nou ja, goed, ik neem een licht voorbehoud dus op dat echtscheidingsverhaal. Maar goed, dat gezegd hebben. Het staat niet in de weg dat u alsnog instemt met de begroting 2019. Akkoord. Daarmee kan ik concluderen dat alle fracties hier aanwezig, alle raadsleden aanwezig, instemmen met de begroting 2019? Nee, voorzitter. Wij hebben tijdens onze algemene beschouwing proberen aan te geven dat wij tegen deze begroting zouden zijn. Wellicht had ik dat duidelijker moeten zeggen. Maar de VVD wil graag tegen de vaststelling van de begroting stemmen. Oké, maar dan heeft u dat hiermee goed gemarkeerd. Alle fracties stemmen in met aanneming van deze begroting, met uitzondering van de VVD-fractie. Al dus besloten. Dan agenda punt 9. De afronding van de begroting 2019 gemeente Hardenberg, annex vaststelling eerste begrotingswijziging 2019 naar aanleiding van de septembercirculaire. Ook daar stemt de... Nee, voorzitter, hebben we geen enkel bezwaar tegen, want dat is een afronding van de begroting die, waar u niks aan kan doen. Dus die vinden wij prima. Oké. Overige fracties kunnen ook instemmen met deze begroting. Dat is het geval. En daarmee is dit agendapunt 9 met algemene stemmen aanvaard. Hamerstukken zijn niet aan de orde. Kom ik bij de motie. De motie die voorligt, motie 1, dat is de motie die gaat over scheidingsvragen en relatietherapie. Ik wou de motie maar in stemming brengen. En ik maak een rondje. Bent u voor of tegen aanneming van deze motie? De fractie van de ChristenUnie. Voor of tegen? U heeft hem ingediend. Ja, maar ik maak even een rondje. We blijven voor. Voor, CDA-fractie. Voor. Dan de fractie van GroenLinks. Ja, het zag even een... Een korte stemverklaring. Ook wij vragen ons wel af in hoeverre dit een aanvulling is op het bestaande beleid. Echter zien wij wel dat een onderzoek en een pilot misschien van toegevoegde waarde kan zijn voor kwetsbare kinderen. En daarom stemmen wij in, omdat deze motie extra context geeft aan dit plan waar wij naar op zoek waren. U bent voor met de stemverklaring. Ja. De fractie van de VVD? Tegen. De fractie van D66? Wij zijn altijd voor het helpen van kwetsbare groepen, waaronder kinderen. Maar wij zijn tegen deze vorm van beleid. Dus akkoord, tegen. Tegen. Op koerspunt nu. Tegen. De fractie van de Partij van de Arbeid. Nou, sympathieke motie, inhoudelijk prima. Maar we hebben gehoord van de wethouder dat hij hem eigenlijk omarmt. En we vinden hem nu overbodig. Dus we stemmen tegen. Tegen. De fractie van 50PLUS. Tegen. Dat brengt het aantal voorstemmers op 18 en het aantal tegenstemmers, ik nog even zeker weten, het aantal van u heeft het al scherp, 18 voor en 15 tegen. 14 tegen. Daarmee is het voorstel aangenomen.
motie is aangenomen. Al dus besloten. Zoals gezegd, agenda punt 10. De ingekomen stukken van de raadsvergadering 6 november 2018. Geen behoefte om opmerkingen te maken. Akkoord. En dat brengt ons bij de rondvraag van vanavond. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? De heer Wiet. Dankjewel, voorzitter. 6 weken geleden heeft de PvdA-fractie schriftelijke vragen aan het college gesteld over de verlichting van het fietspad van het Zuiderbos in Delfshaven. Tot op heden hebben we nog geen reactie ontvangen. Dan heb ik 2 vragen. Ook waarom hebben we nog geen reactie ontvangen? En wanneer kunnen we een reactie ontvangen? Ja, de fietspadverlichting. Ik kijk even achterom. Mevrouw Luiten. Of u wat licht op deze zaak kunt schijnen. Voorzitter, dank u wel. Ik heb morgenochtend het laatste overleg over de beantwoording, omdat we aan het kijken zijn naar de mogelijkheden. En dat betekent, laten we zeggen, dat u volgende week antwoord krijgt op de vragen die u heeft gesteld. Akkoord. Akkoord. Dank voor de beantwoording ook. Andere vragen nog voor de rondvraag? Dat is niet het geval. Dan kom ik bij agenda punt 12, de sluiting van deze begrotingsvergadering, de eerste begrotingsvergadering van deze nieuwe raad en ook het nieuwe college. Ik wil u allemaal bedanken voor de inbreng die u heeft gehad in deze begroting. Mooi dat er een opdracht ligt voor het college om daarmee aan de slag te gaan voor de komende periode en de kaders die u heeft meegegeven in uw algemene beschouwing. Goed om te horen. En ik wil het college feliciteren met deze aangenomen begroting. En ze veel succes en wijsheid toe wijzen met de uitwerking ervan volgend jaar. De vergadering is gesloten. Dank voor uw inbreng.